Media. Nou, ik zou zeggen wel krameren. <laughs> um, en ik zou het leuk vinden als dat de regel is dat ik van tevoren de speeches mag lezen. Dat zou ik nou zo leuk vinden. Want altijd als ik op iemands ja. begrafenis ben, dan ja. denk ik wat jammer dat diegene die speeches niet hoort. Okay. Lieve lieve mensen. Loopbaar. Wat heerlijk. Wel. Ik denk dat we al lopen. Ja, oh, we lopen gewoon, ja. Het wordt echt een hele filosofische aflevering. Ja. Dat voel ik aan alles aan. Het gaat over het leven, het, het gaat, gaat over de dood. Tijd. De grote dingen. Het verstrijken van de tijd. Precies. Heel erg Tijdgat. En weet je wat zo grappig is? Ja. Uh, we hebben ook nog even een klein praktisch dingetje wat tussendoor komt. Want mijn zoon komt me nu iets brengen. Ja, zo wat ik voor deze podcast ben vergeten. En dat komt hij me nu brengen. In mijn natuur en het met hoekje. Precies. Dat is dan eigenlijk in het. Want dat hebben we nu. We hebben nu geen natuurhoekje. Dat doen we dan. Uh, nou ja, ik zal maar even een tipje van de slijer oplichten. Op, op We nemen er vandaag twee op. Maar dat maakt helemaal niet uit, want dat kunnen wij. Lies en, en ik zijn gewoon uh, working moms. Ja, working, working two jobs. moms. En uh, we willen vrij in de kerstvakantie. Ik ga namelijk zes weken met een rugzak door Guatemala trekken. Ja, en, uh, met een busje toch ook? Ja. Een rugzak ik, en een busje. Ik, Guatemala, daar liggen mijn roots. Ik voel dat ik heel veel... Uh, ja, er gaan heel veel draden tussen mij en Guatemala. En ik voel, ik word er naartoe gezogen. Ja, hè? Ja. Voor zes weken. Absoluut. Ik heb gewoon heel veel blikvoer in huis gehad voor de kinderen. Ja. Oh, je gaat en blik. Alleen. Gedroogd. Ja, ja, lekker alleen. Ja. Want je kent me. Als ik maar alleen kan. Als ik alleen ben, dan ben ik natuurlijk het gelukkig. Uh, ja, ja, en die kinderen van jou zijn ook wel zelfredzaam inmiddels. Dat kunnen ze best. Klopt. Maar wat ik je eigenlijk wil zeggen, Aaf, is dat mijn uh, jongste zoon even tussendoor een, uh, een natuurhoekje kan brengen. Heeft hij het ook voor je geschreven? Nee, dat, dat niet. Je... Ik heb het zelf geschreven op een heel groot uh, tekenblok van mijn patchwork-dochter Roos. Uh, want er waren ook geen. Uh, uh, hoe noem je dat? Opschrijfboekjes in huis. Nee. Dus het is, je voelt aan alle kanten dat, voelt, dat de rek zit eruit. De rek zit er Daar helemaal uit. De hele elastiek is uitgelubberd. We moeten het echt weer op. Uh... Voor de mensen die online <laughs> kijken: we hebben ook hele kleine oogjes. We zijn gewoon een beetje moe. Maar we hebben wel, we hebben wel goede zin. Ja, ik heb we hele goede een zin. Completely existentialistische aflevering. Dat klopt. Het gaat over. Ja. We kijken nu terug op ons jaar in plaats van op onze week. Ja. Hè? Want het is morgen dan zogenaamd oud en nieuw. We kijken terug op het jaar en we kijken vooruit naar onze naderende dood. Ja, leuk. Toch, hè? Ja Leuk. Nou, laten we daar eens even ja, lekker over ik, gaan praten. Ik, ik, ik dacht, misschien kun je het ook nog even over vision boards hebben. Maar dat is gewoon even tussendoor. Hoe je je eigen crematie ziet? Nou... Wat bedoel je? Of... of oh, ik, me, ik meen het serieus mag. Dat okay. mag ook. Nou, ik dacht meer het komende jaar, maar je eigen, oh, informatie, sorry. dat is gewoon hopelijk duurt nog. <laughs> even. Nou, daar wilde ik het heel graag met je over hebben. Ja. Dus Doen de, we is een ja, grote probleem. En we hebben natuurlijk ook nog uh, uh, kleine problemen. En we hebben ook nog een reclamemandje. Ja. Dus het is uh, gewoon een volle aflevering. Het is een lekkere volle aflevering. Met filosof grote filosofische ballen hangen erin. Lies, hoe was jouw In de boom van deze aflevering. <laughs> Af. Ik, uh, ik, ga ik jou mijn jaar een nee, ik, ik vind het moeilijk om een jaar een punt te geven, want het was best een heftig jaar. Ik zal je eventjes, uh, Ik heb even een lijst gemaakt. Ja. Leuk. Jongens, um, dit is het eerste jaar zonder moeder voor mij. Ja. Is dus um, mijn moeder is overleden het vorig jaar, maar dit is eigenlijk het eerste jaar dat je het helemaal zo doormaakt zonder dat je dus een uh, moeder hebt. Ja. Uh, nou was mijn moeder. Ja, ik zal het maar heel eerlijk zeggen best wel een beetje dement, ja. dus het is niet zo dat je je moeder, dat ik mijn moeder echt de hele tijd belde met praktische problemen of dat ze zei jongens ik maak even voor een week boerenkool, nee. ik ga de kinderen halen. Dat was dat eigenlijk kon al niet meer, nee. vrij lang niet meer het geval. Ik zou zeggen al twintig jaar niet meer het geval. Nee. Nee. Maar mijn moeder die had vasculaire dementie, dus dat het heel langzaam is dat steeds minder geworden. Ja. En het, het erge is als je dus, nou ja, dementie is sowieso verschrikkelijk, maar als je heel langzaam of ik weet niet hoe je dat noemt, jongens. Want misschien zeg ja, ik klopt, het nu wel helemaal wel niet lief. Heeft. Maar ik, ik weet niet hoe... Als je dus langzamer dementie krijgt, dan, dan denk je eerst... God, mama is wel helemaal... Ze vraagt eigenlijk helemaal niet hoe het gaat. Of ze gaat eigenlijk helemaal niet in op iets. Of ze, dus, maar ik, ik heb daarna ook gehoord dat je dus je empathie... Dat dat iets is dat best wel verdwijnt, verdwijnt dan. En dan denk je eigenlijk al jaren... oh eigenlijk interesseert ze zich eigenlijk helemaal niet voor ja, ons wat of wat heb ik nou aan haar wat heb ja. ik nou aan haar want als ik dan over iets wil praten wat ik heel wezenlijk vind of wat ik heel belangrijk vind dan uh, dan kijkt ze een beetje glazig uit het raam wat wat maar dat dat bleek dus eigenlijk achteraf ja bleek al heel dat heel al lang al jaren en jaren en jaren te zijn begonnen tenminste jongens dat dat denk ik dan maar en dat hoop ja. ik dan ook ergens maar want anders dan nou ja je wil natuurlijk toch graag dat het ergens aan ligt ja Snap precies je? Ja, bij mijn ja. vader was het juist toen hij de werd dat hij veel uh, milder en aardiger werd. Ja, ja, de mensen veranderen ook echt gewoon, best wel soms van karakter. Hè? Dus uh, dat is, zou dus... het dan zo zijn Aaf, dat datgene wat er altijd onder heeft gezeten, dat dat dan boven komt? Of zou dat ook weer soms helemaal niet gelden? Niet, hoor. Net als met dronkenschap, weet je. Ja. sommige mensen hebben een hele kwaadaardige dronk, en dus andere je, mensen hebben zo'n hele eigenlijk goeie altijd zo. Ja, ja. in vino viritas dat, dat is toch misschien niet helemaal nee, waar? Hè? Ik denk het niet. Ik denk gewoon dat bepaalde dingen uitgeschakeld worden. En, maar dat was wel grappig. Dat ik juist steeds dacht van... Goh, mijn vader wordt echt op zijn oude dag een, een en lief oude mannetje. Yeah. En toen, en, maar je hebt gewoon pas heel laat door dat iemand dementie heeft. Yeah. Dus dat, dat, is, dat zijn best wel sluipende processen. Dus ja dat raar, is inderdaad helemaal. ja ze, och dat weet ik allemaal niet hoor of uh, nou ja goed uh, schouders eronder. of uh, nou zie maar dat je het recht houdt meid ja. dus dan, dan zei dan je, je van jeetje. God ik heb ja, last van rouw of ik heb, uh, ik heb het uh, niet zo makkelijk nou zie maar dat je het allemaal bij elkaar houdt en dat je het draaiend houdt goed ja dat oh, voelt natuurlijk weet je ja, dan kut denk je, ja uh, wat, wat ja dus dat dus dat eigenlijk vind ik het heel jammer dat ik daar eigenlijk te laat achter ben ja. gekomen dat daar is heb ik heel moeilijk, veel over he? nagedacht dit ja. afgelopen jaar nu ze er niet meer is ja en dat je jezelf ook een beetje kan toestaan om dan iemand echt te gaan missen, ja. in plaats ja. van dat je eigenlijk, zoals dat met moeders gaat, dat je eigenlijk dan heel jezelf zielig vindt omdat je een aantal dingen gewoon niet, niet hebt gehad met je moeder, ja. voelt ook een beetje raar om dat tegen jou te zeggen. Nee, omdat maar dat... ik begrijp dat wel, want dat heb ik met mijn vader ja. natuurlijk ook meegemaakt. Ja. ja, ja, ja. Je bent eigenlijk best heel uh, hard voor je ouders, ja. als kind. Zeker. Ja. Ik, zit, ik, ik, ik heb daar ook veel over nagedacht. Ik ben echt keihard geweest voor mijn moeder. Ik ben ook best wel hard geweest voor mijn vader. Maar daar ja? heb ik niet heel veel spijt van, eerlijk ja. gezegd. Nou ja, ik denk, je vader is ook heel hard geweest voor jou. Ja, ja serieus ja, toch? We zijn gewoon een, een harde familie. Ja, maar ook een maar ja, hele lieve familie. Ja. Ja, hè? En, maar... en het is wel waar dat, dat nu inderdaad nu hij tien jaar dood is, um, wat kan ik Nog lang is eigenlijk, ja. uh, zie, ben ik ook weer veel milder geworden. En zie ik eigenlijk alleen nog maar zijn leuke kanten. Ja. Dat is wel fijn. Dat is fijn aan, aan, aan dat dat als je iemand verliest is het eerst heel scherp en je bent ja. ook misschien soms boos. Ja. Dan wordt het allemaal veel zachter en denk je ach ja. Ja. En wat Diegene heb je er ook, ook aan om de slechte he? dingen vast te houden? Daar heb je ook helemaal niks aan. Ja. Het is ook waar. Ja. En ja. wanneer heb je je moeder dan? Heb je nog wel dat je er echt mist op bepaalde, in bepaalde situaties? Of is het meer gewoon een soort algemeen? Nou, je, ja, het is allemaal verschillende soorten missen. Ik mis het in de gewoonte mis ik het dat ik haar elke dag belde. Het ja. waren eigenlijk wel min of meer dezelfde gesprekken. Ja, Welle, uh, je elke dag belden. Ja, en dan, um, dan eerst vond ik dat dan heel erg. Dacht ik, we hebben elke dag hetzelfde gesprek. Wat is dit? Ja. Maar, maar, maar daarna werd het dan. Vond ik het. Vond ik het na een aantal jaren vond ik het heel lekker worden? Ja. Ze, ik zit een puzzel te maken en wat doet mijn kleine schat? En dan zei ik: Nou, ik ben, uh, ik ga nu naar de, naar de, ik ga nu boodschappen doen en dan ga ik koken en dan ga ik naar mijn werk en dan kunnen de kinderen het opwarmen. Och, 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 wat een leven. Och, meisje toch, meisje toch. Nou goed, ik ga nog even naar de volière en, en dus, en dat, dat was dan een beetje het gesprek. Ja, en dat was. Ik vond het echt heel fijn. Ja, ja. meestal als ik dan, had ik een koptelefoon op, als ik naar de Albert Heijn ging of ik op de fiets. Ja, en dan zat ik zo lekker een beetje te babbelen. Gewoon mijn moeder. aldoende. Ja. Ja. ja, en ik mis het existentieel in dat, ik dus, dat je moeder er niet meer is. Ja. dat is natuurlijk een, een, een ja, soort van paraplu die boven je hangt, zou ik maar zeggen. Hè? Ja. Die er dan die nu is The ingeklapt. Ja. En die is er gewoon niet meer. En ik mis haar ook. Ja. ja. Ja, maar ik ben nu wel. Ik ben nu bijvoorbeeld twee weken geleden naar een tante gegaan, naar mijn peetante. Dat is haar ja, jongere zus. En daar hebben we het heel lang over mijn moeder gehad. En uh, ik wil ook graag naar haar vroegere beste vriendin, een studiegenootje. Wil ik toe in het nieuwe jaar. Dus ik wil nu ook eens wat een beetje gaan praten met mensen uh, die mijn moeder, die veel van mijn moeder hebben gehouden. Ja, dat is heel goed dat je dat doet. Ja, ja dat heb ik ook gedaan. Ja. Heel laat. Maar ik dacht, dat moet ik wel op tijd doen, uh, voordat ja, die mensen er niet meer weer zijn. Dan zijn. Ja, precies. Ja, er is er ook er een van overleden nu? Dus dan ben ik zo blij dat ik nog met haar heb gepraat. Ja. ja doe dat. Ja. ja. En, en, het, en het andere gekke is, Aaf, dat ik dus. Um, want wij zijn niet een heel hechte gezin, zal ik maar zeggen. Maar dat we wel een beetje dichter bij elkaar zijn gekomen. Ja, hè? Ja, dat, dat, dat ik dus ja. uh, meer met mijn zusjes bel. Um, ze hebben, zij bellen ook meer met mij. En we, we zijn toch wel wat betrokkener bij mekaars leven. Ja. Uh, mijn nichtje zie ik ook vaker, dat de dochter van mijn broer. Ja, ik, ik um, vraag me dan af hoe dat kan. Wat, ja, wat ik denk toch nou... dat die lijm die, die jullie automatisch een beetje bij elkaar hield... die moeten jullie nu zelf zijn natuurlijk. Ja. Dat is ook wel weer goed. Ja. Het was ook, ik, ik weet ook niet hoe dat dan komt dat je elkaar dus met moeder minder ziet... zonder moeder meer... Denk ik. Wat zou dan haar rol daarin zijn, of ja. dat, dat je je dan soms schuldig voelde over het feit dat men, mijn ene zus die deed alles. Ja. En dan dat zorgt toch voor spanning. Ja. En dat wel. heb je nu natuurlijk ook niet meer. Dat voel je je dan schuldig ja, over van zou moet ja. zij alles doen? Ja. 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 het ja, is heel gek. Nou ja. En um, um, Wimmy is overleden. Mijn ja. vriendin Wimmy. Um, dat uh, heeft ook heel erg ingehakt afgelopen najaar. Um, maar het, en dat is dat is gewoon een heel verdrietig punt. Maar um, wij zijn wel met de vrienden van Wimmy, die ik ook al heel lang ken. Uh, komen we wel heel af en toe bij elkaar. En dan hebben we het ontzettend fijn. Ja. En dan halen we dus herinneringen op aan Wimmy. Maar ook langzaam sluipt ook weer veel van ons eigen leven en dat doorgaat en zo zonder haar. Um, Sluipte ook in die avonden. Ja. Dus dat is, dat vind ik, uh, dat, daar, daar ben ik heel blij mee. Ja, dat, die, dat dus, je met die vrienden, ja, ja dat, doe, dat vind ik hartstikke goed. Uh, nou, en het is ook het jaar, en dan hou ik op met praten hoor. Avond. Je wordt natuurlijk. Nee, ik, lul, ik vind het hartstikke, hartstikke leuk. Uh, mijn kind is uit huis gegaan dit jaar. Ja, je hebt echt zoveel heftige dingen meegemaakt, eigenlijk. Ja, hij is nu bijna een jaar uit huis. Ja. En ja, dat is. Ja, dat is ook heel gek. Ja. En ik merk, uh, dus nu die dus uh, op zichzelf woont, zou ik maar zeggen. En hij komt uh, één keer in de twee weken het weekend thuis. En af en toe komt hij eten. Daar hebben we heel lang over moeten doen om een goede manier te vinden... hoeveel die er dan nog is en hoeveel ja, niet. Ja, dat is ook natuurlijk ingewikkeld. Dat is heel erg ingewikkeld. Ja. Ook om allerlei andere redenen. Maar uh, ik ben nu, uh, nu die uit huis is, overvalt mij een pijloze moeheid. Ja echt een pijloze moeheid, want het was het it, is it, binnen bumpy ride ja. uh, uh, met mijn zoon en nu is die dus uh, moeten we zoeken naar wat wat een nieuwe nieuwe modus. wat onze nieuwe modus is ja. wat onze nieuwe band is en uh, en dat is ook heel erg fijn want dat is voor alle, ons allebei heel goed ja en dan kom je er eigenlijk achter dat we het samen heel erg gezellig hebben ja gelukkig ja dus we gaan nu ook uh, met z'n tweetjes een, een nachtje naar Gent mm, en dan, dat vind ik dan heel leuk ja en dan we zijn dus uh, een tijd geleden naar uh, Brussel gegaan met zijn tweetjes. En toen zeiden: ja, ik vond het heel erg leuk, mama. Want het was een beetje, ja, alsof we vrienden waren. Oh. Dat vindt hij dan heel schattig. Dan ja. zit hij zo met zijn arm om me heen in de auto. Oh, en, zo liefde, ja. grote zo'n grote zoon. Echt ja. leuk, ja, hè? ja. En dan, uh, dan liepen we s'nachts door Brussel. En dan ging hij mij zo heel erg beschermen. Want er waren dan allemaal mensen op straat. En dat, dat vind ik dan ontzettend goed. Ja. Ik moet trouwens nog even iets heel erg zeggen. Wat ik, iets, ik heb iets heel stoms gedaan. Er was een dierentuin waar ik met Co. heen was gegaan. Ja, dat was al dat Plankendaal. Ja, of ik zo. heb toen de naam niet genoemd. Want het, ik was best wel een beetje negatief daarover. Waar ik heel veel spijt van heb. Want het was eigenlijk hartstikke goed. Kan je nu bedoeld. allemaal weer terugtrekken? Ja, dat wil ik nu terugtrekken. Ja, wat ik ook heb gezegd is dat ik het dan heel stom en grappig vond. dat dan de leeuwen bij Azië zaten. Ja. Toen kreeg ik een brief van iemand. die zei: Ja, hartstikke leuk dat je dus in Plankendaal bent geweest. Maar het waren Aziatische leeuwen. <laughs> Elke keer neem ik me dus voor ah. om dit te zeggen tegen jou en de mensen thuis. Nu, op het en ik vergeet het. Op het randje van het jaar, het van het jaar een... wil ik ja. dit recht zetten. Heel ga goed. naar Plankendaal. En naar, vooral naar de Geniet daar van de Aziatische leeuw. En die olifanten die elkaar met modder insmeren. En alles wat je maar op kan noemen. En de hele lange de, 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 ja, de roofvogels op de, bij de parkeerplaats, de lounge muziek, de neushoorn. Ik ga er ook nog een keer naartoe en ik, het spijt me. Want ik, heb, ik zit gewoon soms echt uit mijn nek te lullen. Met die. Ik ja. wist helemaal niet dat er Aziatische leeuwen waren. Wist jij dat, af? Ik, ik weet überhaupt niks van leeuwen. Mij zou je echt wijs kunnen maken dat er in Noorwegen leeuwen leven. Ja, ja Aaf, ik ben ik zo slecht. Ik, ja, maar... ik weet ook niks van leeuwen. Nee, blijkbaar nee, niks. Ja, Jij weet weer heel veel van vogels. Ja, dan nou, hebben we allemaal wat. Ik vind vogels gewoon leuk. Nou ja, dan, Daardoor weet je er veel van. Nou, dat valt echt wel mee. Maar ik je weet best wel. Nou ja, jongens, ik vind het heel fijn dat diegene mij daarop wees met die ja. Aziatische leeuwen. En nogmaals, het spijt me. Mea culpa, maxima culpa. Ik ga naar de hel en terecht. Precies. Goed, dat ga je um, zeker door deze opmerking. Maar desalniettemin, niet tegenstaande, vind ik het helemaal geen slecht jaar. Ben nee. ik eigenlijk heel gelukkig, want ik maak een podcast met jou en met Floor. En dat, dus. uh, dat, 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 dat ja, ik word daar heel, heel gelukkig van. Ik ook leuk hè? Ja. ja dus ik en, en ik ben ook in de liefde gelukkig ik ben met de kinderen ik moest ook helemaal niet zanik en zeiken maar het was een, een, een ik vond het een mooi jaar ja met toch wel een paar hele ingrijpende dingen natuurlijk. ingrijpende ja. dingen ja ja zoals dat is oh, mensen oh pak je bakje er lekker ik pak bij pak mijn koffie erbij en ik, 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 ik leun terug ik leun achterover Och, wil je ik... even horen over mijn jaar heel graag ik heb even wat ook wat aantekeningen ja. gemaakt ik ben zo'n... Ongelooflijk oppervlakkig iemand. Want de eerste twee dingen die ik opschreef was: ik heb mijn jassen en mijn schoenen game op orde. Nou jongens, 2023 zit goed, want ik heb mijn jassen en mijn schoenen game op orde. Dat vind ik heel lief. Ja, het was ook wel omdat het weer ging regenen en zo. Ja. Toen dacht ik, Aaf, wat fijn toch dat je eindelijk een regenjas hebt. Maar je bedoelt eigenlijk, ik ben in het afgelopen jaar ontzettend van mezelf gaan houden. Precies. Zelfcare, toch? Heel belangrijk voor ja. me. Ja, is wel waar. Ja. Ik, 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 en, maar dat komt ook, en dat, dat is inderdaad bij de grotere punten, omdat wat jij hebt met je zoon niet thuis ging. Mijn kinderen zijn nu allebei middelbare scholier. En dat is ook best wel een, een, een game changer. Ik ja. zeg heel vaak game. Maar ja, um, uh, ja. Ze, ze, ik zeg niet dat ze voor zichzelf zorgen helemaal. Maar <laughs> nee. uh, ze hebben me nog wel nodig. Maar het is. Ja, ze fietsen door de stad, vind ik ook doodeng. Maar goed, dat, dat, dat hoort erbij. En ze, ze doen dingen en dan is het van, oh, dan meet ik je wel daar. Ach, en ja. Uh, wil je een gebakken ei? Ja, jouw dochter was laatst ook naar de parade gegaan met vrienden. Ja, toch? precies, ja. dat soort ja, dingen. Dat en, en mijn zoon was nu met twee vrienden naar een All You Can Eat, helemaal in Osdorp. Nou, dat is honderd dat is, dat is uur met de tram. Nou, dat vind ik geweldig. Zelf. En, en, dat, dat is, en ik, ik dacht dus dat ik, dat ik echt zo'n zo type was van, oh nee, ik wil altijd kleine kleutertjes om me heen. En, maar ik vind het hartstikke leuk. Ja, pubers zijn heel leuk. Ja, hè? ik ja. vind het echt ja. een hele leuke leeftijd. Ja. En je kan echt heel erg met ze lachen en zo. En ja. naar dezelfde films kijken. Ja. En, en uh, dat zegt mijn dochter uh, niet altijd hoor. Maar soms dan, 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 dan heb ik een, wat haar betreft, goede kleren. En dan zegt ze: goede Fit Mama. Ik maak er even een foto van. Ah. En, en ze draagt nu de, mijn kleren. Dat vind ik ook een enorm compliment. Ja. Uh, maar goed, even los van de kleding. Even kijken, wat was nog meer mijn jaar? Uh, ja, ik, ik heb weinig ruzie met Gijs. Nou, dat mag ook in de <laughs> krant. <laughs> echt opmerkelijk weinig ruzie. Ja, ja, ik vind jullie heel lief voor elkaar. Ja, we en zijn met heel elkaar. chill. Ja, 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 uh, ja. Nou, dat, dat is inderdaad gewoon echt groot nieuws. Ja. Um, ik heb uh, ontdekt dat ik eigenlijk gewoon de rest van mijn leven uh, moet studeren. Dus dat ik gewoon ja. altijd... Uh, hoe noem je dat ook alweer? Iets lernen. Af. Altijd lernen. Altijd leren, Altijd lernen. lernen. Ja. Maar ik moet gewoon al. Ja, dat zal wel de, de lichte ADHD of iets zijn. Ja. Maar ik, 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 ik kan niet de hele tijd hetzelfde doen. Er moet ja. gewoon steeds. Dat is helemaal niet van. Oh, wat ben ik toch lekker gek? Maar dat, dat vind ik gewoon heel fijn. Ja, in plaats van. Oh, die gekke Af, Dan wil ze weer dit. En dan wil ze weer nee. naar de Pabo. En dan wil ze weer. Ja, dit. dat is, is het gewoon. Dat is nee, zo. slimme aaf. Die gewoon eigenlijk altijd zich wil uitdagen. En iets wil proberen nou ja, wat ze niet kan. Omdat weet, ze anders. Ik weet niet waar het dan ligt. Het is denk ik dat het gewoon jouw batterijtje is. Nou ja, Pauline had ooit een ik vind lied het heel uh, leuk voor toen ik 40 werd, volgens mij, of vijf jaar had ze een lied geschreven en dat heette Aaf, Waar is toch je focus? Ah. <laughs> ik Ach. weet niet meer waar focus op ruimde, maar. En dat is ook zo, maar ja. maar ja, goed. Dat heb ik me nu gewoon helemaal toegepast. Ja, precies. Je, je zegt nu zo ben ik, zo ja. zit ik in elkaar, ja. en dat is eigenlijk voor mij dat, daar word ik heel gelukkig ja. van. Dat moet gewoon bij mij. Dat is echt heel erg fijn. Dat en bedoelde dan... ik met in plaats van ik ben lekker gek en waar is nee, je focus en ik en zit dan. Al... nee, zo ben je en ja. dat is ook heel. fijn. En ik geniet er heel dat erg van. Dat is ook zelfliefde. Af dat je nu die opleiding bent. Genoemd. Ja, precies. Dus ik doe de opleiding even voor de mensen die nu pas inschakelen tot kunstozijn. Nou, ik hm. vind dat hartstikke fijn. Um, dus dat uh, en, en inderdaad qua werk nou ja die podcast met jou dat vind ik ontzettend fijn ja. we zijn de theater ingegaan dat is eigenlijk ja. een en al is goed afgelopen is heel, heel goed goed afgelopen er waren en het is we best wel zenuwachtig goed. over en dat ja. is toch helemaal goed afgelopen ja. mijn boek staat deze week op nummer 10. nou crazy heb ik allemaal nog nooit meegemaakt Jezus. ja ja dingen gaan ja. voor je werken ja dat ja. is echt heel erg fijn maar van mezelf mag ik niet meer over mijn werk praten in de podcast dus dat doe ik dan niet okay. en ik heb het samengevat als het jaar van de rust en de reuring. Mooi. Ja, Want, want het leek dan alsof het, ik het heel druk had, maar dat gaf me ook heel veel rust. Want ik vind het heel fijn om lekker zo gestaagd door ja, te kachelen. Ja. Dat vind ik prettig. Vind maar ik ja, je erg. kachelt gestaag ook door, je doet ook heel veel omdat je je beter voelt. Dus je weet ja. ook helemaal niet waardoor het komt het een op het andere of andersom. Ja, he? Dat had ik weer niet kunnen doen in jaren dat het geestelijk gezien minder ging. Dus ja. het is ook wel. ja. ja. Bij gratie van de mentale gezondheid, dat het ja. allemaal uh, gaat. Nou ja, ik, 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 ik lift dan mee op die, op die trein die We jouw zitten, leven is. We zitten samen op die trein, ja, want, ja, ik zit op die trein, maar ik zit echt op een heel ander uh, bankje, snap je? Ja. Ik zit echt op het bankje met, oh, wat zal ik vandaag eens gaan koken? Ja, maar oh, ik ja. wil niet veel zeggen, Lies, maar ik heb er komen een wel, er, er wel oh. drukkere periodes. Ja, en. dat is ook zo. Ja, maar, maar dat ik, vind um, je ook wel leuk, toch? Oh, ja, ik heb Het afgelopen jaar heb ik een serie gedraaid en die wordt steeds maar, dat wordt steeds maar uh, uitgesteld vanwege de hoge heren die dat oh, steeds beslissen intense. en wij willen eigenlijk niets liever met z'n allen die de serie hebben gemaakt dat het, dat dat verschijnt ja tuurlijk maar ik heb wel ontzettend veel uh, gefilmd vorig jaar en één project ik denk wel ik loop meer best wel dan ver van huis en zo toch? ver van ja. huis en in 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 in, in het uh, in, in, in in ook in in het buitenland en niet 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 in guatemala of zo nee, maar gewoon daar dichtbij, hoor heen. jongens hè? daar ga ik natuurlijk nog een met mijn rug zakken staat al klaar Um, maar um, ik denk wel meer dan 100 dagen filmen. En dat is toch gek genoeg, over een jaar verspreid heel veel. Ja, want dat... dat is een derde van het jaar. Ja, want met zo'n dag filmen, dan is het gewoon. Je hebt dan de regelen, jongens, uh, als je werkt op de film zet. Sorry Benjamin dat ik nu over mijn werk praat. Nee, maar trouwens. jij mag wel over alles praten. Van nee, dat, dat, dat is natuurlijk niet dat, 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 zo. Zo werkt het niet, Ben. zo werkt het niet. Uh, dus dat je dus twaalf uur uit en thuis moet zijn. Er staat, ja, er is niet een CA over film, maar dat is wel een beetje een soort regel. Dus mensen die, oh ja, uh, crew, uh, ja mensen die dus een crew uh, of uh, acteurs, weet ik veel. Uh, 12 uur uit en thuis. Nou, dat geldt al bijvoorbeeld niet voor mensen die cateren. Want die zijn nu nog 86 miljoen uur uit hun thuis. Oh, en mensen die licht doen, die moeten nog al die shit opruimen. Ja, en lokale allemaal in vrachtwagens doen en zo. En dus als ik al lang ja. mijn stukje brie op heb en met een alcoholvrij biertje in de auto zit, dan ja. staat het licht nog. Bussen in te laden en vrachtwagens terug te brengen naar industrieterreinen. Dus dat is sowieso voor hun altijd langer dan 12 uur. Ja, en, uh, en uh, mensen die locatie doen, weet je, wel, die moeten ook nog. Nou ja, jongens, het is gewoon een, ook voor heel veel crewleden echt een loodzwaar uh, bestaan. Ja. Dus ik moet ook helemaal niet zaniken als acteur. Maar toch, en zeker als er ook wel een stukje verantwoordelijkheid bij komt, kijken, zal ik zeggen dus dat je dus gewoon echt je best moet doen en ja. soms ook gewoon een, een draaidag moet dragen zo ja. maar zeggen dus dat je gewoon in alles alles zit ja ja uh, dan moet je gewoon wel gewoon echt wel Wimmy zou zeggen je moet met iets afkomen ja. dus je moet wel gewoon o, grappig dat zij mijn tante ook altijd ja? afkomen ja, ja. ja. G dus... G je komt niet af ja, zo heerlijk. Nou ja, ik probeer ook zoveel mogelijk uitdrukkingen van Willy Wilhelm ja, he? in mijn leven te incorporeren. Ja, zij was wel taal, taalgewijs, was hij, volgens mij ook echt heel goed. Heel ja. goed. Taalbonbonnen kwamen eruit. Ja, De hele he? dag door. Ja, ik heb, die vrouw heeft mijn leven zoveel leuker gemaakt. Oh. Dit terzijde hoor. Ik bedoel, ben ontzettend dankbaar dat ze er is geweest. Ja. Um, uh, maar dan, 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 dan is zo'n dag is gewoon wel ja het, 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 het best vind ik best wel een beetje zwaar ja. en ik kan het inmiddels beter dus ik ga niet meer met iedereen babbelen ik ga ook af en toe heel eventjes uh, trek ik me terug ja dat, of dat ik lijkt zit... me ook wel belangrijk ja, ja. Dat, ja. maar dat ja. is ook best moeilijk want dan moet je dus met mensen die je aardig vindt moet je zeggen van nou ik ga nu even ja. in mijn eentje in een caravan zitten ja 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 en dat is dat is dat dan moet je dan ook weer een beetje zeker voor voelen ja. dat je dat durft en zo en, nou ja, het komt er eigenlijk op neer, jongens. Zet je dan gewoon met zo'n heel lang project. Hoe langer het project, hoe langer ik ook moet uitrusten ervan. Ja, dan ben je gewoon gesloopt. Ben ja. je een beetje gesloopt. Ja. En dat is eigenlijk heel lekker om nu achter te komen. Ik heb al eerder bijvoorbeeld zo'n Sof de serie gedraaid. Nou, dan heb ik denk ik twee maanden gewoon. Dan kon ik gewoon geen pad meer zeggen. Nee. Zat ik thuis met een bord Brinta beetje zo uit het raam te kijken, omdat ik gewoon niet meer. Nee, je kon gewoon niet kon meer. Kon gewoon niet meer. Maar dat dat is eigenlijk en dus als je dus weet, hé, hey, dat is eigenlijk helemaal niet erg, want je moet gewoon je hebt heel hard gewerkt. Ja, en je mag ook acht gewoon lang dan maanden bijkomen. Want mag, je hebt dan ook... moet je gewoon twee maanden bijkomen. Ja, <coughs> ja. Dat is ja, wel goed dat je best ook een gewoon van... leven eigenlijk, hè? Ja, het lijkt mij heel moeilijk, want ik, ik hou dus meer van gestage dingen die ja. doen elke dag iets, ja. weet je wel? Ja, nee, dat heb lijkt ik Lijkt mij heel ingewikkeld dat je dan zo heel erg moet pieken en dan moet je weer dalen of zo, weet ja. ik veel wat je dan moet doen, maar het lijkt me echt moeilijk. Het is, het is uh, zonder het, dat je dan in een gat valt of zo. Het, je krijgt een heel korte spanningsboog ook. Ik heb heel vaak ook maar een spanningsboog van, ik denk 20 minuten, want zo of zo'n scène moet er dan in een uur opstaan. En Dat ja. is dan mijn boog en dan. Dan kak ik weer in en, ja, dan, en dan, kleed dan moet je hier weer om en dan ga je weer neem je alles weer door wat je hebt voorbereid en zo voor de volgende scène. Dus en dat ik merk dus dat die korte boog dat dat eigenlijk in mijn leven heel erg is doorgedrongen. Ja. Ik heb met heel veel een korte boog. Ja, als ik ja. dan met iemand een bespreking heb of dan ben ik na een uur dan ja ik weet niet wat het is jongens, maar dan, dan is je mandje vol. kan ik weet ik gewoon niet meer zo goed wat ik moet zeggen. Nee. En dan denk, wat, wat, wat wou ik ook alweer zeggen of wat, wat hadden we het nou ook alweer over? Dan ik loopt weet het even een beetje meer. vast. Ja, Ja. Dus dat, maar dat komt gewoon omdat je dus de hele tijd... Pa, 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 pam, en dan moet je pieken en dan ja. doe je weer niks. En dan kan je weer een soort van zombie worden. Ja, ja. ja zo werkt dat nou eenmaal blijkbaar. Ja, Net nou als ja. bij de Aziatische leeuw. He, die jagen even en die liggen dan lekker weer de hele dag... in die het Aziatische gedeelte van het al te slapen. Daar hoeven ze niet eens meer te jagen, dat scheelt. Dus um, bij deze, ik hoop ooit dat er uh, betere regelingen komen voor uh, mensen die, uh, voor crew, voor filmcrew. Het is ook een pamflet eigenlijk, wat ja. jij nu even te berden brengt. Ja, er, ja. Is een, er is een vereniging die heet Fijn Weekend of Prettig Weekend. Volgens mij, Fijn Weekend. En die uh, wil opkomen voor belangen van uh, de filmcrewleden. Ja. Mooi, hè? dat ik ook even een stukje, dat ik even een rode pet opzet. Ja. Dat manifest, dat komt er zomaar ja. uit. Ja, socialistisch ja. petje opzet. is dus. Uh, ik hoop dat iedereen, alle crew, acteurs mogen er blijkbaar niet bij. Want uh, die horen, die hebben dan weer een andere ja, weer een eigen Waar ik ook geen fuck voor bedoel, bedoel, trouwens. Die heet ACT. Oh ja, daar heb ik nou, ook wel eens over Ik heb er nog geen flikker voor gedaan voor ACT. vind ik heel erg Nou, bij deze. Goed, nou ja, bij deze. Ik ga dat ooit allemaal goed maken. <laughs> goed, prima. <laughs> nou. Anyway. Oh ja, we moeten nog even een, een cijfer aan ons jaar geven. Ja. Dat vind ik wel heel ingewikkeld. Ja, dat kan ik niet. Ja, ik, ik vind het ook zo flauw om het minder dan een tien te geven eigenlijk. Ja, oh nee. Ik ja, vind het ik niet zo ontevreden overkomen. Zo van, oh nu. Denk ik, ja. Ik bedoel, ik heb het gewoon hartstikke goed. Wat zit ik? Wat, wat, waarom zou ik er punten aftrekken? Ja. Vind ik gewoon stom. Ja, ik weet het niet. Ik weet Moet het ook je niet gewoon niet. zeggen een dikke voldoende? Ja. Ja. Of zoals mijn dochter op school krijgt een plus plus plus. Ja. Vind ik ook leuke cijfers. Ja. Plus plus plus. We, niemand goed. kan echt duiden wat dat is. Nee, maar, het, is maar het klinkt gewoon hartstikke goed. Hartstikke prima. Ik geef mijn jaar een plus plus. plus. Oké, okay. heel goed. Ja. En jij dikke voldoende? Een dikke, een, een dikke P van prima. Hartstikke goed. 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 Zullen we even in het mandje kijken? Ja. Reclameband, 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 reclameband. Jongens, uh, Sky Showtime heeft een heel leuk aanbod voor heel oude mensen, extreem oude mensen. Dus dan heb ik het over 100 jaar oud ja. bijvoorbeeld. Ja. Maar alles wat dan van 100 naar 0. Alles kan als je als Jezus Christus. Nog een keer. Ah, wist je dat Sky Showtime echt een heel leuk aanbod heeft nee, voor extreem jonge en extreem oude mensen en alles wat er tussen zit? Dus eigenlijk voor alle mensen. Ja, en ook voor mij, omdat ik extreem oud ben. Maar ik mag ook bij Sky Showtime. Ah, en dat wat mag. hebben ze dan voor aanbod? Nou ja, ze hebben dan natuurlijk, we hebben het natuurlijk al eindeloos gehad over special ups, lioness. Ja. Weet je nog met die spanning tussen Cruise en Alaya? Alaya. Alia. Zoals dan jij we. En we hebben natuurlijk Yellowstone. Ja. He, die, die prachtige setting voor, voor heel veel verraad, bedrog en, en, en ellende. Daar hebben we vorige keer heel veel over verteld. Absoluut, het is een schitterende serie. Maar er is ook een nieuwe, hè? Precies. Aaf, het is Pokerface. En dat is een serie die gaat over het oplossen van misdaden. En die hoofdrolspeelster van Pokerface, die heeft dus een heel bijzondere gave. Zij kan zien wanneer iemand liegt. Wat handig. Ja, het, lijkt me, heel, het oh. lijkt me heel heftig. Omdat alles natuurlijk heel heftig ja, bij je binnenkomt. Hè? En dan zie je ineens ja, ja. dat mensen natuurlijk heel veel liegen. Dat lijkt me ook wel weer rottig hoor, dat je dat weet. Dat klopt. Wil je die gave wel hebben? Dat vraag je je dan meteen af. Nou, en je ziet ook in Pokerface dat dat helemaal niet, lang niet altijd leuk is voor die hoofdrolspelster. Nee. En je ziet ook hoe ze daarmee omgaat. En weet je wat nou het leuke is aan die serie? Nee. Het gaat niet om wie het heeft gedaan. Nee. Dat weet je eigenlijk al aan het begin. Maar eerder over hoe wordt diegene gepakt? Oh, hoe ja. gaat dat in zijn werk? Dus het is niet hoe dan, hoe dan het, ja. maar... Hou catch it. Ja, ja en dan valt ook nog wat bij te lachen. Een nou, beetje nou, comedy? En de, ik weet, dat is niet makkelijk, jongens. Maar yeah. hier zit toch een stukje dat comedy kan. in. Ja. Dat ja. komt ook omdat Natasha Lyon erin speelt. Ja, die een hele leuke actrice. Ja. Die is ook van oranje en New black, weet je wel, die vrouw met al dat heel veel haar. Ah. En Russian doll vond ik haar ook heel ja. erg leuk. Oh, die ja. heb ik nog niet gezien. Ja, dus zij een... is echt ja. heel goed. Ze is grappig. Ja, wat ik ja. er zeg. Nou ja, naast deze heerlijke serie, die kun je gewoon de hele nacht doorkijken. Ja, ja als je dan gewoon even. He, je ja, neemt gewoon zes Red Bulls of twintig koppen koffie. Ja, Dan doen. heb je hem helemaal erdoorheen gefietst. Ze hebben ook hele leuke films voor de, voor de hele familie. Precies. Dus ook voor de mensen die om acht uur s'avonds in bed moeten liggen. Ja. Dat is leuk voor tijdens de. Oh nee, het is helemaal niet leuk voor tijdens. Ja, het is nog kerstvakantie. Tweede week kerstvakantie. Oh ja, ja. dat is leuk voor tijdens de vakantie. Want het ja. is nog eventjes vakantie. Zo staat bijvoorbeeld die nieuwe Super Mario Bros erop. Ja, nou, dat is natuurlijk heerlijk. Heel dat is fijn. Natuurlijk heerlijk. En klassiekers? Klassiekers. Fiction. Nou, dat is heerlijk om met pubers te kijken. Wat ik altijd, ja, dat vond ik altijd leuk om met mijn kinderen te kijken toen ze nog in de kleuterperiode zaten. Psycho? Psycho ja. Mooi, met mooie beelden, mooi Zwart, en die wits, zijn er ook. prachtig vonden ze okay. dat. Hartstikke leuk. Ik zei: nou jongens, kijk nu maar even weg, weet je wel? En, uh, ja, je kan niet vroeg genoeg beginnen met klassiekers Hitchcock, en die mooie ja, muziek. Is natuurlijk wel gewoon, van uh, Burny Herman, ja, fantastische prachtig. muziek. Dus jongens, als je Back kinderen hebt in de kleuterleeftijd, Psycho, is een, nee natuurlijk niet. Psycho is een hele enge film. Ik zou zeggen vanaf 17. Absoluut. Het ja, is gewoon een dood film. Het is een film. dood en maar hele goede film. Maar hij is film. ontzettend goed gemaakt met geweldige muziek. Ja. Dus de klassiekers Greenpeace. zijn er ook. Back to the Future, Grease. Ja. En dat wordt dan in de ondertiteling steeds pomade genoemd. Ik heb hem laatst nee, gekeken. echt? Ja, het is helemaal Jij ja, hebt hem laatst met de kinderen gekeken, ja. Heb Sky ja. Showtime. Ja. ja, en dan staat er steeds. Uh, dus, ze zeggen dus iets van. Uh, po po ja. ja, Pomade is het woord. Ja. Dat is steeds ervoor in voor. Pomade is het woord. <laughs> pomade dus is het woord. je echt weer Pomade kijken, want Pomade is een ontzettend leuke film, nog steeds. Haarvet is het woord. Haarvet, haarvet, haarvet. Haar <laughs> nou, komisch. Nou, ja. En Back to the Future is ook gewoon een Heerlijk, meesterwerk. Dat is meesterwerk. mijn bescheiden mening. Uh, het Sky Showtime-abonnement is ook een heel lekker cadeau voor het nieuwe jaar. Precies. En mensen. Geef het iemand gewoon ja. cadeau. Want er is vandaag iets heel bijzonders aan de hand. Namelijk, wat doet Sky Showtime vandaag? Nog deze ene dag. En morgen. En morgen. Tot en met 31 december yes. mogen wij één maand gratis Sky Showtime weggeven. En daar hebben wij een promocode voor. En die promocode is AFLIES. Yes. Avlis. Onze naam eigenlijk. Ja, dat is fantastisch. Ik ga het gewoon even dus doen. ik zou snel handelen. Ik Stel je doen. luistert dit op 30 december. Nu afsluiten. Ja, je hebt tot en met 31 december. En dan heb je een maand gratis. Reclame man, reclame man, reclame man, reclame -mand. Ja, kleine probleem. Ja, ik heb een klein probleempje. Ik heb een heel klein probleempje. Ik weet, het is een luxe probleem en een first world probleem. Ja. Natuurlijk. Ja, want, maar uh, we leven in de first world. Ja, ik kan er ook nee. niks aan doen. Mensen, als je op een stedentrip gaat, hoeveel plannen jullie dan? En hoeveel Oeh. niet. Oeh. En dan zeg je van, mmm, ik vind het lekker om even te dwalen door een stad. En dan ga ik stegen in en dan zie ik een gekke fluitspeler of iemand met een saxofoon. Of, en daar loop ik achteraan. Dan zit ik heel lang met een boek bij een fontein. En dan denk ik, en dan doe ik een dutje in een park. Ja, dat doe ik dus allemaal niet. Ik zit echt niet heel lang bij een fontein met een boek als ik twee weken na naar Brussel ga, snap je? Nee. Twee weken naar Brussel? Nou, ik bedoel twee dagen... de Jezus Christus, vanaf... Vind de... een lange stedentrip. Sorry, dan nou zeg ik weer Jezus. Dat, zo bedoel ik het helemaal niet. Ik hou van Jezus. Ik... ik... Nou ja, ik zit dus niet twee dagen met een boek bij een fontein. Nee. Ik denk dan, nou, ik ben nu in Brussel. Plenne, plenne, ik wil nu ook naar... Uh, en ik wil naar dit museum en dan wil ik... Ja. Maar dat is gewoon eigenlijk allemaal uh, te veel. Het is een heel Hoe ingewikkeld probleem. Ik ben de allerlaatste persoon op aarde aan wie je dit moet vragen. Nee. Jawel. Want ik plan... Ik, ik doe dus altijd... Stel, ik ga 48 uur naar Brussel. Ja. Dan doe ik alsof ja. ik er twee weken heen ga. Ja. Dus ik maak dan een lijst met attracties en ja. restaurants en, en ja. een leuk klein barretje. En, en, en als je dan in Brussel bent, zit je dan alleen maar. Oké, okay, uh, wat we nu zouden kunnen doen, jongens, ja. is naar Manneke pis gaan. Ja. Dat is een uh, en nee, dat is heel standaard. Kom het even is terug, terug kom die, die uit. leuke tent met ja. die broodjes. Maar dan moeten we wel op tijd. Dus ik heb dat, ik heb dat door ja. 17 jaar een relatie met Gijs Gronteman te hebben. Die echt, die rustig gewoon in een, een dutje letterlijk in een park in Londen gaat doen. Ja, die, 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 die gaat, die, gaat ja gewoon liggen in een park en die dut gewoon ja. een uur. Denk ik, ja, het is Londen. We moeten er ja. steeds Modern. Maar ja, um, die kan dat heel goed. Ja, en die heeft ook mij uitgelegd dat dat het dat het gewoon echt niet. Ik heb hele slechte tijdmanagement skills. Uh, gewoon echt <laughs> heel slecht. En en zeker op stedentrips. Ja. Dus die heeft gewoon gezegd van probeer gewoon bijvoorbeeld één ding per dag te denken van nou laten we dit museum gaan of dat restaurantje bezoeken. Ja. En De rest zien we wel zo'n beetje. Nou, daar heb ik dus heel lang aan moeten wennen. Maar dat ja. is wel echt een hele goede tip. En zeg je dan niet als iets dicht is of als het uh, niet leuk is of zo. Nou, zie je, dan had ik dus toch uh, dat, uh, ja, dat die rondleiding moeten boeken. Ja, dat zeg ik dan wel. Ja, ja. Shit. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik vind ook wel dat uh, het, het plannen ook echt voor je pleit. Want ik weet nog, wij waren vorige herfstvakantie waren we samen met kinderen in Parijs. Ja. En toen had jij een hele goede fietstocht gepland. Ja, dat, dat is was waar. Leuk, want ja. Dat was super Dat is iets wat ik er thuis nooit doorgekregen zou hebben. Want ja, God, die vreemde vieren. ogen dwingen. Dus ja, jouw kinderen moesten. Die moesten ja. mee. En die vond het ook heel erg leuk. had een hele goede gids. Ja. En die die, die, die vertelde allemaal, we gingen naar een buurtje waar ik nog nooit was ja, geweest. Ja, hij ging zo allemaal cruiseplekken laten zien. Dat vond ik ja, eigenlijk het allerleukste van diezonder. het weekend. Ja. Ja. Nou, hier zitten dus, hier wordt ook heel veel gecruise, jongens. Als je ziet die achter die bosjes. Op een hele andere ja, manier. Ja, dan is daar, ja, als je hier dus in het donker komt, dan is het een heel ander park. Dat kan ik jullie verzekeren. En iedereen stond echt zo. Hmm. Ja, ja die die leuk. Nederlandse ja. groep. oké, oh, oké. Okay, okay. Ja, we gingen ook nog ineens zo'n soort hoerenbuurt. Die ja. ik ook nog nooit had ja. gezien. Het hele oude. Uh, sekswerkers hele oude sekswerkers wat ik heel zielig vond want dan ja. kwamen wij op van die fietsen zo ja. toen dacht ik oh god ik voel me eigenlijk net zo'n soort echt raar zo, een die een beetje zo die zo hier. Door de, ja. Ja, precies. maar we gingen er wel snel doorheen met die maar fietsen. ik ik keek wel even naar de naar zo van hm, ik vind het fijn dat jij er bent en ja. ik, ik 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 heb zoveel respect voor jou ja dat heb je allemaal uitgestraald ja van in hey Hai, hoi, ik zie jou. Lieve maar niet schat. op die manier. Maar niet op die manier. Niet om, snap je, als mens van tot... Nee, maar ik, van, ik, nou ja, ik merkte goed. dus toen... Want ik was dus uh, toen met iemand op een stedentrip zoals jij... die dus echt iets plant en het gewoon ook erdoor duwt. En toen dacht ik, ja, het is toch ook wel weer goed... dat je niet de hele tijd lanterfanterend... door zo'n hele leuke stad waar heel veel is. Het is ook wel goed dat je een, een plan hebt. Niet okay. te veel plannen, maar één plan per ja. dag. ja. Maar ik merkte net, mijn buurvrouw die, die gaat voor het eerst naar Londen. Nou, dan, dan begin ik ook tips uit te Dan de moet je naar het museum die... maar voor Natural ja. History. En... en als je dan toch in die, in die hele grote draaimolen gaat, dan ja. kan je misschien ook nog. En toen dacht ik, stop nou, mensen gaat vier dagen en, ja. en laat haar. Ja. En Londen is heel groot, je zit alleen al elke dag drie ja, uur in de metro. Het is één grote shocktoestand van, van, van A naar B. Ja, je dan bent dan alleen ben je alleen maar zo lang mee bezig. Ja. Dus mijn tip is één. Highlight per dag die ook daadwerkelijk open is, dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja. Altijd het even kijken. Ja. Um, en inderdaad, ook soms gewoon lekker even in het hotel, ja. lekker onder het dekbed, gewoon ja. even herbronnen. Ja. Nou, dat, dat kijk, we, we gaan dan met een kind erbij, snap je? Dus dat ja. dat herbron, fysiek herbronnen, dat dat is er dan gewoon niet bij aan. Nee, nee. Ik kan niet uh, zeggen van, ga jij maar even in de badkamer zitten, dan uh, <laughs> gaat mama even met mij herbronnen. herbronnen. Zet maar even je, je, zet maar je Walkman op. Nee, dat kan dan niet. Hier, heb je een tientje? Ga maar even Parijs in. Ga maar eens even kijken wat er allemaal te doen is. Wat er te koop is in deze Hè? mooie wat te stad. Koop is hier. Nou ja, dan, dan misschien herbronnen in de vorm van lekker met z'n allen. ontbijten. Uh, ja, precies. Ja. En, en, en gewoon een avondje een beetje, een beetje voor de tv hangen en zo. Ik bedoel, soms is het ja. ook wel goed om juist op zo'n ja. reis even ja. uh, het hotelbed gewoon uh, nader te leren kennen. Ja. Je, ja, dat is ook heel lekker. Ja, het is ook heel lekker, dat is echt heel fijn. Heel lang ontbijt is ook hier, heel Heel lang ontbijt, he? ja. Veel pannenkoekjes en zo, ja. Dus dat, Lust, lost het jouw probleem een klein beetje op? Ja. Want wat was nou je oplossing? dat je maar één, je mag maar één attractie inplannen. Prima. En die attractie mag ook een restaurant zijn, hè? Dus het... Oké, okay, dus als ik dan een restaurant heb gereserveerd, ja, dan, dan, mag dan ik heb ik er je... helemaal geen attractie meer plannen. Nou, nog wel eentje dan. Maar... Maar bijvoorbeeld, stel je gaat heel ja. uitgebreid lunchen ja. of zo. Dan ja. is dat een beetje wat je doet die dag. En dan ja. probeer je in het ja. buurtje ja. daaromheen ja. te te. Ja. ja, ik weet hoe moeilijk het is. Oké, okay, dus nou, dan, dan wordt het het graf van Napoleon. Een, een restaurant, de dag daarna. En dat zit. Ja, nou oké. Okay. Ja. Ja. Dat doet Rob Kemps ook. Je gaat ook gewoon naar één graf en dan gaat hij daar een beetje... Wie is dat? Ja, Rob Kemps. Dat is die, die man van... van Harme uh, uh, van van die... Har fluitjes, hoe heet ze? Bent ook... Snolke. oh snollebollenkens, snolleke ja? is hij ook goed in stedentrips? Ja, nou die gaat gewoon naar zo'n graf en dan gaat hij daar een beetje zitten huilen en dan dat is dan. Hoezo dan? Ja, dat is wat... gek op dat is zijn leven dat is zijn ding dat is huh? dat en snolleke Oh, <laughs> waarom denk ik nou dat het heet? Hamburger. <laughs> ik ben echt ook een beetje aan het denken. Ah, ik vind Snollebollekes wel een goede naam hoor. Ja, heel goed. Ja. Maar omdat 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 gij, maar altijd snolleke zegt... zeggen, ben ik dat oh. ook gaan zeggen en ik kan er niet meer eruit krijgen. <laughs> Ja, ik had dat, dat de dochter van Mark, Roosje, die had een tekening gemaakt. Ik zei, ga maar een tekening maken van de snollebollekers. Ik dacht, ik ben heel benieuwd waar ze dan mee ja, komt. Ja, waar ze dan mee komt. Ja. ja, en toen stond er zo links, rechts. En dan zo iemand die zo... <laughs> en dan <er> zo <zat> Grimas. <laughs> en toen zei ik... Uh, uh, en te, en, toen, en, en, en ze zichzelf met haar vader. Ik zei... Zet, oh god, dat is oh, chef. De chef. Oh, oh, he, oh, jongens, oh, leuk. hij komt, uh, het... komt de zoon van Lies. Nou, je, dit kan je eruit knippen of niet? Nee, dat is juist leuk. Chef, waar ben je? Ja, ik, ben er, ik sta er voor de deur. Oké. Okay. Er komt iemand erbij. Oh. Chef? Ja? Uh, nee, je zult het wel zien. Ik, ik, ik hou van kom je. Naar ja. je kom toe, nu iemand naar je toe. Je bent een lieve schat. Kom heel even binnen. Zet je fiets heel even op slot, chef. Ja, mijn fiets staat op slot. Oké, okay, oh, prima. Oké, okay, doei. Oh, yes. Top. Hij nou, kom er is maar even er. bij. Hé, hey, Daan. Kom eens even hier. Alsjeblie alsjeblieft. Kijk, Ja. Nou. Chef, je zit in de podcast. Oh. Ah, dat is mooi, hè? <laughs> Kom maar even erbij. Uh, chef, we hebben het net. Uh, Ave, ik, ik heb allemaal tips gekregen van Aaf voor onze uh, uh, stedentrip. Oh ja. Ja. Dus... Ik heb gezegd tegen Lies dat ze niet te veel moet plannen. Ja, nee, dat snap ik. Nee. Dat is wel, wel, dat is wel goed, toch? Dat ik dat heb gezegd. Ja, dat, dat vind ik ook wel goed. Dank je wel ja. voor het brengen van mijn natuur. Heel lief ja. van je. Chef, heb jij nog een probleem? Uh gaat maar eens even in de microfoon. Ja. Nee, ja, nee, niet echt. Helemaal geen enkel probleem vandaag? Vandaag. Ja. Je mag, het mag ook iets heel kleins zijn. Nou ja, dat Google Maps, ja. want ik was hier, ik was in Noord en ik moest hier naartoe fietsen, want Lies, die was dus haar natuurhoekje vergeten. Ja. Um, en dat, ja, dat Google Maps, dat er waren allemaal afzettingen en zo. En, oh, ja. Ja, dat ja. is wel een beetje irritant. In Noord, hè, het Mosplein is helemaal ligt op de schop. Ja. Hier, nou ja, goed, het is een, een grote pool van ellende. Ja. Ja. Maar heb je nog zelf een probleem waar je mee zit in, in de fase van jouw leven of uh, van wie ben ik of, uh, ja, ja op dit moment of niet hoe, echt hoe, hoe. Ja? Zie, ja zie je op tegen kerst um, of oud en nieuw nee nee ik vind het eigenlijk altijd wel leuk kerst ja He, wat dus eigenlijk je... heb jij een probleemvrij leven chef ja, dat vind ik ja, wel jammer nou, op want op ik had dit moment wel. dat je met iets kwam op dit moment wel eigenlijk ja ja en je Behalve denkt natuurlijk dat je van nog een gewiskunde oh je doet. moet nog wiskunde Ja. Doet. Dat ga je vandaag uh, leren. Het is dus een beetje zo dat als chef die heeft dan wel gewerkt en dan krijgt hij wiskunde en dan klapt, dan knapt er iets in hem, ja, waardoor er eigenlijk, ja, waardoor je gewoon blokkeert als chef. Ja. ja. Maar dat heb je alleen bij wiskunde. Nou, ja, ja, eigenlijk wel. Ja. ja. Ik ja, snap nee, dat wel. Het is, is echt een rotvak. Tenminste dat vind ja, ik dan. Ja, ik vond het ook heel moeilijk. Ja, en als je dan dus een som maakt en dat je dan dan zit je dan heel lekker in en dan draait het blaadje om en dan blijken er nog drie sommen te staan. Ja, en dan heb je nog vergeten. tien minuten. Ja. 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 <laughs> ja dus... Oh, dat is echt zo Dus altijd als je nu een toets krijgt, even aan allebei de kanten kijken. Dat, dat hebben we nu met elkaar afgesproken, doen. toch? Ja. ja hè? Dat je niet wordt verrast ja. door drie nieuwe sommen. Plus, uh, ik hoop dat het uh, dat we het komende jaar. We hebben het namelijk over het afgelopen jaar en het komend jaar. Dat er misschien toch iets orto-achtigs nu uit ons leven zal verdwijnen. Ja, oh, dat man. Ja. Want uh, chef heeft hier een, 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 die heeft dus titanium in zijn mond. Platin, ja. of hoe noem je dat? Nee, het is gewoon, het is een, uh, het is een heel ingewikkelde beugel. Er zijn nu allemaal weer dingen uitgegaan en weer andere dingen ingedaan. En als jij dan een broodje neemt, dan springt er een hele ja, uit. Het is niet te Zeel doen. Heel ingewikkeld. Ja. Jongens, hey, chef, kun je daar iets over zeggen? Ja, nee, ja, ja. ja eigenlijk wat jij zegt, het is, het is heel erg irritant. Ja. Allemaal. Maar ja, ik had eerst een soort springveren. Oh ja, die heeft Ben ook gehad. Ja. ja die zijn heel rottig. Ja. Het ziet eruit als een onderdeel uit een keukenmachine. Ja, ja. wij noemen het steeds de transformers. Ja, dat is het. Ja. Ja, het is echt... Uh, ja, die wipt er is, ook steeds uit. Het is je is gevallen. Ja. Wel echt een groot ding. Ja, en in je ja, mond terecht is dingen. gekomen. Ja. ja. Ja, dat is er nu wel uit. Maar nu ja. heb ik dan weer elastiekjes. Ja, ze gaan er steeds weer een nieuw element aan toevoegen, ja. hè? Ja. Ja. ja, en die gaan er de hele tijd uit als ik dan aan het eten ben. Dus ja. dan moet ik... Dan moet ik de hele tijd die elastiekjes er weer in doen. Dus dat is wel. Een het zin. lijkt me de hel, jongens. Ik kan er niks aan doen. Maar het, het lijkt me is echt helemaal niet haar. fijn. Nee, ik leef heel erg met je meisje. En als je maar mag van... je er dit jaar uit? Uh, ja, ik weet eigenlijk niet echt. Zeggen steeds van. Ja, allemaal dingen zeggen ze van. Ja, dat moet er dan in. De chain moet vervangen worden. De ja, chain. Ja, met chain. Okay. Klinkt wel goed. Ja. Break the chain. Ja, dat is een soort rubberen ding. Het zit dan ook op mijn beugel. Ja. Ja. ja, het is eigenlijk gewoon zielig. Toch? Oh, ik vind het heel zielig. Ja. ja. Arme chef. Moet heb je nog naar school, chef? Uh, ja, ik heb eigenlijk... Nu les. ...net te horen gekregen dat ik heel veel uitval heb. Oh. Oh, lekker. Het is ook uitgevallen. Oh, wat jammer. <laughs> ja. Oh. Ja. Oké, okay, nou ja, ga toch maar dan, toch? Ja. ja nee, je ja. moet gaan. Nee, sorry mensen van, het, uh, van de school. <laughs> Nee, ik, ik, ga, ik ga wel gewoon. Maar, maar ik ga niet naar tekenen. Want dat ik heb net gebeld naar school dat je dus bronchitis hebt. En echt? dat je dus niet naar gym hoeft. Maar dat is ook zo, hè? Oh, dus dat ik, is ook uh, zo. Ja, ik zei, uh, en toen zei die mevrouw aan de telefoon... Heeft hij dan een puf? Ik zei ja. Moet hij je meenemen dat hij het aan je kan laten zien? Want, uh, want het is echt waar. Het is echt waar. Dat hoeft toch niet? Nee. Ze zei nee, nee. nee, nee dat maar, nu aan haar laten zien? Nee, maar nee. mevrouw zei dat... Ja, ik heb ook een puf en jij moet dan je pufvagen gebruiken. Ik dacht, nou, ik zeg het, geef het even door. Nou ja, weet ik veel. Ik, niet dat die mensen van de school denken... waarom zit dat kind niet gewoon op school? Nee, waarom zit hij in een podcast? Ja. Ja, dat is kinderarbeid. <laughs> Let op de kinderarbeid. Ja. Ik vind het zo lief van je, chef, dat je dit hebt gebracht. Ja. ja. Je moet maar eens bedenken wat we dan vanavond gaan eten, chef. Dat is, dat is ja? Goed, ja. ja? Als ik niet bezig ben met mijn huiswerk. Precies, dan ga ik voor je koken. Altijd bezig met zijn huiswerk, die jongen. Ja. Altijd ja. aan de slag. Nou, dan wens ik jou een prettige wedstrijd. Dank je wel. Ik hoop dat het een heerlijke dag wordt. Ja, ja? dat hoop ik ook. Goed. Nou. Ik ga je zien. Dat is goed. Chef van Uggelen, dank je wel voor je tijd. Dank je wel. Ja. voor je bijdrage. Geen dank. Gelukkig nieuwjaar. Dank je wel, jullie ook. <laughs> Doeg. 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 chefie. Doeg. Oh, zo, dit zet ik even weg voor het gezellige. Wat een topkind heb je toch, Lies? Hij is echt goed gelukt. Ja, echt. Dat ja. is toch... <laughs> Dat is toch zo lief dat hij dat ding kon brengen, ja echt. Dat is gewoon een droom. Ja. ja. Nou, ik snap ook wel dat hij niet dan nu met een heel existentieel... sorry. Nee, over mij, ja. Dat moet ik ook altijd komt. heel lang over nadenken. Ja, dat, dat snap ik ook wel. Ja. Ik bedoel, ja, wat moet je? Je, je moet, wordt zo onder spot gevraagd. Heb je een, je, een probleem? In, in boomerland word je dan weer getrokken ja. en dan moet je. En die beugel is natuurlijk gewoon het grootste probleem. Ja, dat daar word je helemaal knetter van. Ik vind het gewoon heerlijk om de hele dag over de orto te hebben. Ja. Ik weet niet waarom. Ik durf er natuurlijk niet het wel geweest, s'avonds sprong hij weer. Nou ja, het is niet te doen, joh. Ik word er helemaal gek van. <laughs> die Orto. Back to chain. De chain, ja. <laughs> <The> chain. <laughs> chain daar had ik nog nooit van gehoord hoor. Veel voor Orto's gepraat, maar. Nee, gewoon even. Ik heb niet een, 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 een probleem nog af, maar een, een, gewoon een klein vraagje. Um, heb jij hele sterke wensen omtrent je eigen crematie? Ja, want we hadden het even in het begin over de vision board. Je vision board. Of je moodboard. Wat voor kleuren? Herfstkleuren <laughs> sowieso. <laughs> Herfst. Ja, ja, we hebben het natuurlijk straks met onze eigen crematie niet voor het kiezen. Nee. nee. Uh, nou, ik zou zeggen wel cremeren. <laughs> um, en ik zou het leuk vinden, als dat de regel is, dat ik van tevoren de speeches mag lezen. Dat zou ik nou zo leuk vinden. Want altijd als ik op ja. iemands begrafenis ben. dan ja. denk ik wat jammer dat diegene die speeches niet hoort. Oh, ik dacht dat je zou zeggen. wat jammer dat ik niet even door die speeches ben gegaan. Nee. Dat ik het niet even heb kunnen redigeren. Nee, 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 ik nee, had nee, het nee, zoveel nee, nee, beter kunnen maken, nee, jongens. Jongen, wat is, ook waar is. Helemaal niet. Nee. Ja. Nee, maar, nee, maar ik denk dan altijd van. jeetje, nou steekt iedereen dus eindelijk die loftjumpet ja. af. Ja, en dan hoor je dat en niet. En dan hoor je dat niet. Dat is zo'n lullig moment. Dat de ja, hele maar, samenvatting van je leven. ben je dan zelf niet nou, bij. Misschien is het allemaal heel moeilijk doodgaan, hè? Dat je denkt, ja, nou weet ik kan al nou helemaal niet meer afscheid nemen. Nee, dat is weet waar dat is wel waar. Misschien moet je dat loslaten. Waar moet een goede eulogie, zo heet dat toch? Ja, aan voldoen. aan voldoen. Oh, daar heb ik een hele goede tip voor. Ja. Die heb ik van mijn stiefmoeder. Als iemand ziek is geweest of aan het eind, uh, weet je ja. is het vaak moeilijk geweest. Of, of heel oud geworden en die laatste jaren was kwakkel, de ja. kwakkel daar nou niet de hele speech over houden. Ik snap wel dat dat het meest recent in het geheugen ligt. Ja. Van ja, en op een gegeven moment kon hij ook niet meer lopen en toen kon hij ook niet meer praten. Ja. Toen... Maar dat was niet diegene, uh, zijn of haar leven over het algemeen, gelukkig. Nee, dat is helemaal waar. Dus uh, ik wil niet zeggen, negeer de hele aanloop naar de dood, maar, maar probeer niet dat als hoofdonderwerp van de speech te nemen, maar juist het, het, het levende en uh, ja, levendige gedeelte. Ja. En dat betekent helemaal niet dat ja, je alleen maar uh, positieve dingen weet. Ik, maar ja. het is zo jammer als het helemaal over ziekte en verderf gaat. Ja, dat vind ik een ontzettend goede opmerking. Heb je, uh, heb je wel eens gesproken? Op een ja, uitvaart? ja, Bij mijn vader en bij mijn ja. tante heb ik ook gesproken. Ja. Het, het, het was mooi. De, 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 van hele mooie begraafingsspitjes, daar zitten toch ook altijd gewoon een paar grappen in? Hè? Ja, zeker. Maar ik, vond dat, ik kon dat bij mijn moeder helemaal niet. Nee? nee. Ik had echt even niks grappigs te melden. Nou ja, misschien. Misschien per Hebben er mensen gelachen? Nee, niet echt. Nou, ik, ik heb het heel lang gehad over uh, gehakt brood en over de <laughs> uiensoep. En over, uh, terwijl dat nou juist, mijn moeder was een ontzettend feministische vrouw. Dat het natuurlijk eigenlijk heel raar is. Uh, om maar de kookkunst. Maar ik was het gelukkigst, mijn moeder was niet heel veel thuis. Dus ik was het gelukkigst als mijn moeder thuis was. Tuurlijk. En dan rook het altijd naar uien of naar gehakt of naar Ja, maar dat is uh, toch ook, dat kaas. is wat jij als dochter ja. natuurlijk... Dat, is niet dat van... wil je, je wil gewoon dat ze er is en, ja. en, en pannenkoeken staat te bakken. En, dus... Ja, en bij haar werk was jij niet. Dus dat was voor jou nee. niet interessant. Dat nee. is, als dochter is dat niet boeiend. En mijn moeder die was psycholoog en, die, en, die, en dan was ze dus bij het Riach. En dan was dan ook een kindertherapieruimte. En ik, ik mocht dan wel eens één keer per jaar een snipperdag... Opnemen. En dan mocht ik mee naar de werk. En dan zat ik in die kindertherapieruimte als het leeg stond. Nou, oh. ja, daar hadden ze me toch een Playmobil aan. Oh ja? Dat was dat echt een goede Playmobil. Fantastisch. Zat <laughs> ik in mijn eentje zo om opstellingen te maken. en zo. Ja, oh. ja, dan kwam mijn moeder af en toe uh, oh, tussen therapieën door. door mee uh, dat was hartstikke leuk. Wat een, wat een voordeel ja. eigenlijk. Eén keer per jaar maar. En maar hoe en, zie jij het? Wat, wat zou jij het liefste willen op je, op je, op je begrafenis slash grammatie? God allemaal. Ik denk dat jij wel heel erg van de muziek ook. Uh... Een, een, een mooie muziek. En misschien, nou ja. Een koor zou natuurlijk prettig zijn. Dat ja, nee, is natuurlijk heel lastig. Regelmatig is een heel koor. Dat is natuurlijk. Ja. Nou, ik zit in een koor, dus dat kan. Nou, dan komen wij. Bij deze aan. Ja, ik, heb ik nu dan beloofd. Ik, nou, dan krijgen jullie ook extra consumptiebonnen. Daar, kan, daar, kun, je, yes. daar kun je zeker van zijn. Horen nou, en, dat? En, en een fijne, rustige, uh, rustige, idyllische plek. die met een beetje die er een beetje mooi uitziet ja. en waar je niet meteen weg hoeft. Ja, dat is moeilijk. Dus ik vind het lekker als je nog even lekker kan blijven hangen... Ja. en als mensen gewoon een klein borreltje nemen. Ja. Ook al is het door de week. Ja, wel een borreltje. Ja, en als het gewoon zo lekker en dan eindigt in een frituur... dat je nog even huilend met z'n allen een kroket eet of zo. Ja. Dat zou ik wel mooi vinden. Ja, hapjes ook inderdaad. Ja. Maar misschien niet hapjes ter plaatse, maar vlakbij een hapje nog. Ja, lekker dat, dat er zo groepjes nog lekker wat gaan eten. Ja. Dat het een, een leuk café nog is waar je heen kan gaan. Dat zou fijn zijn, ja. hè? Ja, dat zou ik de mensen ook erg. Gunnen. En een speech, ja, niet te lang zou ik willen nee. zeggen. Max 1 à 4. Ja, niet te lang. Dat is heel belangrijk. Nee. En hecht je erg aan live muziek bij je eigen creatie? Ik zou dat leuk vinden. Ja. Uh, dus ja, als het kan. Ja. Van de groen Misschien zo'n Peruanen. Die dan zo. Dat serieus heel leuk. Eigenlijk maakt het me niet eens. Als er maar een muziekje is ja ben ik heel makkelijk in ja ja het mag ook wel op een bandje maar liefst toch wel dat iemand iets speelt of zingt ja ja dus jongens bij deze schrijf het op ja, ja? kleinkinderen als je meeluistert schrijf het op <laughs> nou dat hebben we dan ook weer gekund. prima opgelost jongens dan mogen we nu naar het probleem van onze luisteraar even kijken we doen guru's, dus wil jij me dan voorlezen ja, deze absoluut hè? Ik vind het een heerlijk probleem. Ja. Ik heb nu al een langere tijd een hele leuke relatie met een hele leuke vriend. Hij heeft ook hartstikke leuke schoonouders waar ik graag tijd mee spendeer. Hij heeft een hele fijne, open en gezellige moeder, die altijd zorgt dat iedereen zich welkom voelt. En ook zijn vader is een lieve, maar wel wat rigide man. Het probleem zit hem in de begroeting met de schoonouders wanneer ik daar bijvoorbeeld op bezoek ben, in de bijzonder de begroeting met de vader. De moeder geef ik een knuffel en is ook een heel open knuffelachtig type. De vader daarentegen is iets meer terughoudend en formeel. Elke keer als ik die vader wil begroeten, is het een ongemakkelijke raadselachtige begroeting die tussen drie zoenen, één, de, één zoen op de wang, en een knuffel hangt. Het is heel ongemakkelijk. Elke keer weer doet hij iets anders, en ik dus ook. En ik weet niet welke soort begroeting ik nou moet inzetten. Wij zijn ook beide niet de personen die dat een beetje op een vlotte manier doen. We zitten midden in de feestdagen, dus ik zie de schoonouders weer. En ik zie nu al op tegen dit ongemakkelijke begroetingsmoment. Hebben jullie ook last van dit soort ongemakkelijke begroetingen? En welke begroetingsetiketten nou bij wie past? En het belangrijkst, hebben jullie tips hoe ik dit moet aanpakken? Ja, dit, dit, dit heb ik ook met een paar mensen in mijn omgeving. Ja. ja. Ja, ik geniet, ik geniet er dus altijd heel erg van. Als, als bijstaander. Ja, maar ook zelf. Want het is gewoon. Het is zo. Het is zo grappig. Oeh, het is zo ja. moeilijk. Zou het iets te maken kunnen hebben ook met een vorm van dyspraxie Dat je dus, ik weet niet of mensen ja. heel moeilijk met zoenen of niet zoenen. Of ja. dat je pronkelijk. Weet je wat heel, heel ongemakkelijk is? Dat je ongeluk iemand op de mond zet. Ja, dat je dezelfde kant dat op gaat. Dat heb ik wel eens. Dat oh, je dan zo. Wow, vreed. dat is gewoon best Vreedelijk. wel heftig. is dan ga jij allebei zo. Ja. En dan, Zit je vol, zit je erop. Oh, dat, vind dat wil je natuurlijk niet met je schoonvader. De huk, zo'n fijne nieuwe ontwikkeling. Ja. Want die is eigenlijk veel makkelijker. Ja. En die kan je al aankondigen. Dus je, je gaat dan al zo met je handen wijd op iemand af. Dan weet hij al, nou dit gaat er nu komen. Ja. Maar wat ik wel heb gemerkt. Buiten de grote stad is de huk nog niet helemaal doorgekomen. Ja. Is nog drie zoenen. Dus dan ga je iemand... Huggen en dan begint diegene zo om jou ja. heen te draaien met allemaal zoenen, dus dat is ook heel awkward, Want dan omhelst je iemand en ben je aan het zoenen. Dat is echt heel intiem. Dat is bijna seks eigenlijk. Ja, het is ja kan intiemer zijn dan seks omdat ja. het gewoon allebei ongemakkelijk is. Ja, echt zweetguts ja. over je rug. Stel lieve persoon, jij komt op je schoonvader af. Je doet je, je neemt een huckoutingje aan. Ja. En je doet heel erg van, ach, wat ben ik blij en opgelucht om jou weer te zien. Hé, hey. en dan kom je naar hem toe. Ja. Je hukt op een dwingende, warme manier. Ja. Aan één kant doe je hmm. En dan doe je onmiddellijk je handen uh, open. En dan duw je hem heel zachtjes weg. En dan kijk je hem in zijn ogen. Maar serieus. <laughs> ja, hey. want de huk zat wel hmm. in hun arsenaal. Hè? Want het was. Uh, Snap je? drie zoenen, een zoen en een knuffel. Ja, dus het ja. kan wel. Het kan wel want ik dacht stap het misschien... af van die drie zoenen. Nee, stap af, stap af van al. één zoen. Al. Dan, ja, krijg, want je dan krijg je verwarring dit. En dan voor je het weet zit je vol ja, op de bek. Dat wil je niet. Dat wil je niet. Nee. Je doet hey en terug. Ja, hey, hey Hans. Hoe gaat het met je Hans? Hoe ja. is het met je? Wat zie je er goed uit? Wat, wat zit je snor leuk? Ja. Weet je wel, mm, het ruikt lekker. Hebben jullie uiensoep gemaakt? Ja. Zodat je meteen, je, je geeft eigenlijk, dat is net als met paardrijden. Ja. Je moet dat paard, kijk Hans Zelf is jouw paard. Hè? Ja, je bent Jij aan het mennen. zit op Hans, je bent aan het mennen. En je moet dat paard gewoon het gevoel geven. Hans, I'm in charge. ik weet waar we naartoe gaan. Ja. Als er straks een tak valt of er komt een boomstam op de weg. Komt helemaal goed, Hans. Ja. we gaan er gewoon even omheen, ja, snap je? Jij bent de Rustig. leider, jij bent... bent de Ankie van Guns, precies. Jij ja. zit op die kar van je eigen begroetingsleven, ja, ja dat is waar. Ja. En Hans heeft daar ook baat bij, want ja. Hans vindt het ook moeilijk. Die zit er nu ook al tegen op te zien. Ja. Van, oh, god, we komt die schoon ja. nog, dan gaan we weer met onze ja. neuzen tegen elkaar ja. aankloinken. En dus, als jij inderdaad je komt en wat je ook kan doen, is dat je eerst even die makkelijke schoonmoeder pakt. Dus dan ja. heeft hij al gezien hoe je dat deed, ja. En dan kijk je altijd. Dat vind naar Hans. ik een heel goede tip. Je doet dat hetzelfde bij die schoon. Ja, dus je, ja. je, je spiegelt het, het, het hele gebeuren met je schoonmaak. Ja, dus je gaat ja. eerst van ja. in hey, in. Hanneke en uit. zo. zoen ja. En los. En dan ga je naar Hans en dan doe je precies hetzelfde. Ja. En los. Ja. En inderdaad, terugduizen. Niet te lang vastpakken. Wil je ja. ook helemaal niet. Kijk hem aan en ge geef gelijk richting met een makkelijke vraag. Ja. Ja. Hans, ben je afgevallen? Wat zie je er goed uit man? <laughs> ja misschien durf je dat niet vraag. Is dat een beetje te raar ja. ja wat een leuke wat een leuke blouse heb je aan ja. zegt die staat je heb je leuk. een nieuwe blouse dan kan hij gewoon nee zeggen dat maakt niet uit maar ja. het, het maakt helemaal niet uit wat je vraagt nee um, of uh, hebben jullie het een beetje kunnen vinden zo'n soort ja, of als jij komt dan zeg je van nou het was uh... is wel file, hoor ja, het was druk op de weg, Hans. Ja. Gek, hè? Waar zouden al die mensen toch heen gaan? Ja. Nou, ik weet het wel. Nou ja, zoiets ja, van... Het is natuurlijk ook kerst. Ja. Of oud en nieuw, weet ik veel wat het allemaal is. Dus je gaat gelijk, ga je ja. dat paard dat ja. Hans heet, ga je gewoon heel rustig... En het fijne is ook dat als je dat dan twee of drie keer hebt gedaan... dan weet Hans hoe het zit tussen jullie. ja dan is dat gewoon jullie begroeting. Weet je, en je hebt natuurlijk ook mensen die. die als je die dus vastpakt, omhelst of zoen. die verkrampen. Ja, die helemaal, verstijven. Ja. Je voelt ze verstijven ja. en je, je vindt dat ze helemaal ze gewoon niet fijn. Helemaal... Ja, Nee. Dus je kan ook. stel Hans is echt, zal ik maar zeggen. anti verkrampt, verkrampt. En, ja. en, en wat ik ook dan wel eens doe is. Uh, dat deed ik dan bij mijn schoonvader. Uh, ik, dan pak ik zijn hand. Ja. En dan doe ik. pak ik zijn hand. Die, die pak ik stevig vast. Gewoon een goede stevige hand. Ja. dan doe ik mijn andere hand oh, ja. tegen aan dus dan heb ik hem in een Dubbele in hand. een sandwich broodje ja. ham hup zo en dan zeg ik dag meneer hallo meneer oh, ja. is het dus dan grappig. doe ik een beetje wij zijn allebei gekke mensen ja. die niet van knuffelen houden ja. dan zeg ik dag meneer uh, nou, en, dan, en dan, dan, dan dan doe ik net alsof we dan elkaar op kantoor zien ja wat. precies maar ja, misschien ja. vind je dat wel heel gek ik kan ook heel erg aanraden om even de aflevering van 12 december van Kerst met Linus te kijken. Dat is mijn favoriete kerstserie. Ja. Daar gaat het ook over een bezoek aan de schoonouders. Ja. Met ongemak en moeilijke opmerkingen. En, en dan zie je dat het toch goed kan gaan. Ja, je dat is voor moet mij een heel belangrijk eikpunt in school. Je moet een haakje vinden haakje. Waarbij je, waarover je kan Precies. doorgaan. Dus als er bijvoorbeeld acht koekoeksklokken hangen, dan kan je daar zeggen van... Dan kan je vragen van Heb je had je dat al vanaf vroeger dat je dan zo van koekoeksklokken hield ja. en dat je wachtte tot de koekoek eruit kwam? Of ja. als hij er ah, van, je er van laten is, zien ja, als die Hans een mooie tuin heeft, dan kan je zeggen: God, knip jij die hortensia's nu al uh, nu al af? Hans, of, ja. of doe je dat dan in april? Ik snoei dat later Oh, wat leuk man? Vertel eens eventjes. Dus je moet altijd zorgen dat je iemand een beetje op zijn gemak stelt met ja. een onderwerp waarvan je weet dat hij er veel van wil. Kan die lekker mens Ja, ja, dan kan hij, laat je Hans lekker mens ja. dat vinden ze fijn. Ja, dan wordt hij zachter en zachter. Precies. voor je weet zijn je uren te knuffelen. Ja. En Hans heeft niet voor niets natuurlijk een hele lieve, warme vrouw die zeg maar zeggen, al die awkwardness voor ja, hem uh, oplost. Die modereert dat allemaal. Precies. Ja. Dus hij zal zich op zijn gemak voelen bij iemand die dus die teugels pakt. Ja. Jij bent nu eigenlijk, nou, je bent niet zijn vrouw, maar je bent dat type geworden. Ja. En jij bent ook een ongemakkelijk iemand geeft helemaal niks. Ja. Je doet gewoon alsof je een hartstikke goede paardrijdster bent. Ja. Een jockey of hoe dat ook heet en ja. je gaat ervoor. Ik vind het een goed idee. Ja. En kijk, je kan niet meer terug naar een hand geven. Want, want daar, dat, dat, die fase heb je al. Dat, dat is al bij zoenen en huggen. Dus die, ja. daar moet je het in gaan zoeken. Ja. ja, een van mijn allerbeste vriendinnen die houdt ook niet van knuffelen. Nee. Als ik die vastpak, dan dat stelt ze gewoon helemaal niet nee, op prijs. Nee, dat voel je gewoon bij ja. sommige mensen. Ja, sommige honden die hebben er ook geen zin in. Nee. nee. Sommige katten ook niet. Nee. Nee. nee, dat is waar. Sommige katten ook niet. Nee. En vogels trouwens ook helemaal niet. Nee. Als ik tien keer pak, dan voel je dat ze denkt: nou ja, ik. Ik laat het maar over me Stop heen. Stop ik gelijk een rozijntje erin, weet je? Dan probeer ik gelijk te belonen. Dat Dan tien ik het dus pakken, positief. Pakken, positief. Ja, misschien kan je gelijk even een een in zijn mond stoppen of zo. Kijk eens, Hans. Hier. Oliebol. Kom hier, kom hier. Ik heb volgens mij het opgelost, Lies. We hebben Prima. dit gewoon opgelost. En anders drank, jongens, gewoon drank. Oh, drank, drank, drank. Tijd die drank. Ja. En over drank gesproken, nee, dat slaat nergens op. Ja. Over lekkere dingen gesproken. Oh ja. Er staat nog een mandje onder de tafel. Ja. Nou. Er zitten er toch een leuke dingetjes in. Maar mag je begint al te knorren. Ja. Ik hoorde het al een beetje. Zet hem maar eens op tafel af. Reclame man, reclame man, reclame, -man, reclame -man. Dat, Wat ligt hier nou allemaal voor moois? Je krijgt er gewoon honger van. Af. Je krijgt een beetje trek, hè, Lies. Ik zie Salmon het to love, chicken tonight. Nee. Tuck in Tuck the chicken. chicken. En, en uh, ik lam. Ik dacht dat het lama was, maar het is lam. Het is lam. Ja, Lies. Zou jij, lamb. zou jij het eigenlijk aandurven om hele gekke vraag, honden voor te proeven. Je weet dat ik alles, ik, ik probeer alles. springen, parapenten, ja, wings, met een ja, wings van een berg afspringen. Puntje jumpen ik doe alles. Ja hoor, dus waarom niet? Salmon to love of... Uh, wat zit er nog meer bij? Je, you've got game. You've, got game. you've got game. You've got game. Wat is dit precies af? Kan je er iets meer over Dit, dit is, is eigenlijk hondstort. wat ik aan Wally geef. Butternut box heet het. Het is vers hondenvoer. Echt iets voor jou. Met ja. natuurlijke ingrediënten ja. van hoge kwaliteit. Ja. Er zit 60% vers vlees in. Nou, dat is mooi, natuurlijk. En soms een beetje fruit, groenten, ja. kruiden. Ja, ja, het houdt niet op. Ja. Ik heb voor jou een, uh, een lekker stukje kip. Het is Ach. eigenlijk iets wat we zelf in een restaurant ja. zouden bestellen. Want dat ja. heeft pompoen, quinoa, parelgort. en een, een Aan, beetje tijm. Jij hebt het dus voor Wally besteld middels een soort quiz. Hè? Kan je daar iets meer over vertellen? Wat, heb je dan dingen moeten invullen? Of van zo? tevoren ga je naar de site van ButternutBox. Dan, dan geef je allemaal dingen in van: Mijn hond is een makkelijke eter. Ja. Of een moeilijke. Of ze voelt ze wel zeker op het gebied van... van de liefde? Ja. Ze beweegt veel of weinig. Ja, is... um, ze houdt vooral van dit, of ze, houdt, ze heeft intolerantie. Ze houdt van een grapje. Ze is oud, ze is jong, ze is een ja, pup. Dat kan je allemaal niet aangeven. En dan, ja. dan gaat daar een, een, een denkproces ja? gaan. En dan passen ze dus het helemaal de voeding aan op jouw hond. Jeetje en dan wonder, krijg zeg. je dingen als ja, bijvoorbeeld ja. lam met zoete aardappel, een paar ja. kleine bordetjes. Uh, uh, van... en, uh, en natuurlijk uh, kruiden. Ja. He? Want ook honden houden van lekker gekruid eten. Ja, Ik vind het fantastisch aan meesten. En geen rommel, geen conserveringsmiddelen, geen helemaal top. niks. Want het wordt gewoon bevroren bij je aangeleverd. Ja, je wil niet weten wat er natuurlijk in dat gewone hondenvoer zit. Dat is natuurlijk... Uh, Eén nummer. Daar lusten letterlijk de honden geen brood van af. En ook nou, nou, geen Je hebt hier iets lekkers voor mij ja. in een bakje gedaan. Ik dacht, hoef het even. even. spannend. Goed. Dan kan ik er, want als ik reclame voor iets maak, dan... Uh, dan wil je het ook eten makkelijk. ook, toch? Ik doe een beetje als Jani nu, hè, zo. O oh, ja, zo achter ja, ik snap ook wel dat zij niet op tv altijd zo kauwend in beeld wil. Er gebeurt heel veel in mijn mond. Ja? Ik proef um, verse producten. Ja, klopt. Ik proef um, fruit, gek genoeg. Ja? Kan zit er, dat? Zit er een beetje doorheen. Ja, fruit? het ruikt een beetje lekker naar. Uh, ja, een lekker stukje, lekker stukje worst. Ja, klopt. Klopt. Is het een beetje. Uh... Ik heb er wel een klik mee aan. Ja. Ik proef rozemarijn. Kan ja, dat? Klopt. Weinig zout is dus ook goed. Ja. Zout is helemaal niet goed voor honden. Want dat, de smaak wordt nee. eigenlijk door de kruiden heel erg... ook. En weet je wat ook fijn is? Het wordt bij je thuis bezorgd. Mm, dan heb je echt tijd om met je hond lekker te gaan wandelen. Precies, of een spelletje mm. apport te spelen. Mm. Mm -hmm. hè? Of pootje te oefenen. Ja. Kan je allemaal doen. Zonder dat je de hele tijd boodschap hoeft te gaan doen voor je hond. Het is een win-win situatie voor jou en voor je hond. Precies. En voor Box. Want die butternut... hebben gewoon een mooi en eerlijk product aan de man gebracht. Precies. En dat willen we toch allemaal, jongens? Precies. Hè? Dus ja, uh, You've Got Games, ja. Salmon to Love, Plenty What? of Lamb, and Chicken, noem het allemaal mm -hmm. op. Deel het met je hond, met eet zelf een hapje mee en geniet. Maar. Ik ga ook even een hapje ervan. Je mee, kan het maar. ook op een toosje smeren als je bezoek hebt. Ja. Onverwacht. Dat hebben ze echt niet door hoor. Waar hebben mensen net van, hoor. We ja, weten mensen helemaal niet joh. Ja, heerlijk. Ja. Bestel nou jouw eerste twee gezonde verse maaltijden voor je hond. Met 50 procent, ja. Af. Dat is een korting. Hè? Korting via uh, www.buttonutbox.nl slash avalies. Mooi. Je of de link het ook in de, in de link, show notes, hè? In de show notes, maar ja, dat is makkelijker. Ja, dat is makkelijker. Oh, ik heb echt. Ik ga er nog meer ervan. Ja, hè? Mm. Ik ga nu beginnen aan um, Salmon to Love: <laughs> Find me Salmon to Love. reclame man, reclame man. We gaan naar de goeroe. Mooi. De goeroe uh, van, ja, nou, niet het hele jaar, maar toch wel een goeroe die dit jaar uh, zich aan mij heeft voorgedaan. En dat was ja. Petri van BB voor Liefde. <laughs> Daar wil ik toch even op terugblikken. Ja, 2023 stond, stond voor heel veel mensen wel in het teken van BB voor Liefde. Nu is er weer iets nieuws, het heet Winter Ik heb er nog niet naar gekeken. Ik ook maar niet. goed, dat kan natuurlijk nooit zo goed zijn als als BB ja. voor Liefde was. Maar Petri. Dat was ja een iconische figuur. Het is ook gewoon een echt mens. Dat vergaten mensen ook wel eens. Ja. Petrie is onlangs te gast geweest op de boerderij van Raven van Dorst. Ja. En daar heeft ze verteld dat ze, uh, behalve al die, uh, er, er werden best wel veel gemene tweets en zo over haar geschreven. Want zij was best duidelijk en eerlijk tegen de mannen die bij haar waren. En ja. uh, dan zei ze bijvoorbeeld dat ze hun, uh, haar boom niet af moesten knippen. Nou, dat snap ja. ik ook heel goed. Ja. Maar mensen gingen haar ook echt privé op de mail en zo. Dat wist ik helemaal niet. Echt hele gemene dingen schrijven. Ja, je mensen sporen echt niet. Dat, ik snap dat gewoon zo erg ja. niet. Dat je denkt, waarom maak je je zo druk over deze vrouw? Je kent haar helemaal niets, ze heeft hier niks gedaan. Zou het dan toch met heel veel drank op zijn? Dat, ze, dat, dat ik, ik vraag me af waarom ja, mensen waarom dan mensen dat doen, hè? Waarom mensen dan echt gaan mailen? Ik snap er echt niks van. Ik ja. denk dat ze gewoon vergeten dat die dat mensen, dat dat echte mensen zijn ja. die op tv zitten, ja. die je ook in het echt kan tegenkomen. Ja. Maar ze heeft dus verteld dat dat haar, dat, dat vond ik dus eigenlijk heel goed. Eerst dat ze de reactie. Waarom zou ik me iets doen? Ik ken die mensen niet. En dat is heel erg goed om om, om zo te denken over dat soort reacties. Maar daarna heeft het er natuurlijk toch wel gewoon geraakt. Dat heeft ze ook gewoon eerlijk gezegd. Van, ik probeer het allemaal een beetje weg te duwen. Ja. Maar natuurlijk raakt dat ja. je. Het is net zoals alsof je in je kamer komen staan en zeggen ik haat je. Dat is helemaal niet fijn. Nee, ik denk dat het, dat het altijd erg is. Dat het eigenlijk altijd pijn doet. Dat je altijd je dat toe altijd moet verhouden. Ja, dat is wel mensen... iemand die naar je scheldt op de fiets ja, of zo. Dat ja. is gewoon. Dan kan je wel denken, die is gek, maar dat toch is het niet fijn. Nee. Dus ik vond dat heel, heel goed dat ze dat zo, dat ze dat zo eerlijk. Ik heb opgezegd kan zich kwetsbaar opstellen. Niet ja, belangrijk bij een Goeroe. Maar ze is ook gewoon heel eerlijk en recht voor zijn raap. En dat ja. vind ik. Ik denk dat mensen dat ook niet zo goed trokken bij haar. Dat is ook een beetje wat je ziet bij mensen zoals Sigrid Kaag. Als een vrouw dat doet, ja. dan valt het heel erg uh, vaak verkeerd. En dat vind ik totaal debiel. Ik denk van waarom? Mag je dat als man allemaal doen en als vrouw niet? Het, ik vind heel goed dat Petri dat gewoon is blijven doen. Gewoon van, ja. Sorry, ik heb hier geen zin in. We zijn, we zijn geen relatiemateriaal voor elkaar, dat lijkt me heel duidelijk. Ja. ja, dat is toch ook beter voor iedereen ja. dan dat je daar een beetje om de hete brei heen gaat dansen? Nou ja, en als je die Petri niet leuk vindt, ja dan. Uh... Hou dan gewoon lekker je, je reactie voor. Precies. Ik bedoel, het is toch prima als je iemand stom vindt, maar je hoeft toch niet... Nee, dat hoef je toch niet te, te Jij laten Jij hoeft zien. niet met Petri te trouwen. Nee. Jij hoeft niet met Petri zes weken door Guatemala te trekken. Nee, dat nee. hoeft helemaal niet. Nee, dat hoeft Van niet. Van haar ook niet. Nee, dat wil zij ook niet. En wat ik heel erg goed aan haar vond... Ze runt dus in haar eentje een B&B. Uh, een nou, mm -hmm. dat lijkt me al best wel veel gedoe. Ja. Die ziet er smetteloos uit. Maar wat ik bijzonder vond... Ik heb een hele historie en ik heb me daar echt... In, verdiept ja. in uh, ik vertrek. Dat, daar heb ik echt een flink wat werk van gemaakt ik ook. in mijn leven. Ik ook. En daar zag je eigenlijk dat de mensen nooit echt hielden van de cultuur waar ze terechtkwamen. En de taal ook niet spraken. Dat vond ik altijd wel bijzonder. Het ja. was meer uit een soort weerzin tegen Nederland. Ja, weerzin tegen Nederland. Dan uit een liefde voor het andere land. Ja, dat is waar. Je hebt gelijk. Dat is wel zo. Van... Ik vertrek vaak, hè. Van, oh, we willen niet meer. Ik en, niet van druk hier, en Dan zit ik weer op kantoor. Dat ja. je dacht, je gaat nu naar Frankrijk. Dat is het land met de meeste regels van de hele wereld. Ja. Maar goed, dat weet je niet, want je hebt je nooit in Frankrijk verdiept. Terwijl Petrie die ging echt voor de Franse lifestyle. Altijd die baguette onder de arm. Altijd die sjaal om de nek. Ja. Goed Frans spreken. Prakse lekker Frans, ja. ja. Nou ja, dat, dat is... Dat is... Of aan bij het ontbijt. Maar waarom kan ze dan niet een of andere lekkere Franse boeren daar... Uh, het lijkt me heel eerlijk. Zo iemand met zo'n grote neus. Jean-François. Ja. Die, die dan zo je lekker zwijgend, met ja. heel veel erotiek ja. in jouw kamer zit. die ja. gewoon. Waar uh, heel ja. veel erotiek omheen hangt. Ja. Norgs, maar toch zorgzaam, teder. Ja. Maar, maar zout ook, op mijn huid achter. Precies, ah, zout op mijn huid. Dat is misschien wel een tip, hè? Peter, je zoekt het niet in die oelige Nederlandse mannen. Nee, maar een je, je spreekt andere... gewoon Frans. Een van de heerlijke Franse gast die gewoon lekker een eigen tractor heeft en ja. onder de modder zit. En die heus wel weet dat je een olijfboom niet zomaar helemaal af moet knippen. Ja, met van die grote knoesten die zichzelf met van die industriële zeep zo wast, weet je wel. Ja, inderdaad. Ja. En stinky, maar op een goede manier. Oh, meer, lekker meer knoflook stinky. Af. Lekker stinky, maar ja. dan lekker stinky. Ja. Ja. En Petri, als je dit hoort, ja. ik, hoop ik zou het, het wel hoort. weten. Ja. Uh, wat had ik nog meer? Mm -hmm. Oh ja, natuurlijk. Nou, ja, dat vind ik altijd heel erg belangrijk. Ja? Dat, ze, dat ze stijlvol is, dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Uh, uh, ja, dat is, dat is bij elke groep van mij altijd een heel groot punt. Zal ik jou iets heel ergs vertellen? Nou. Ik weet helemaal niet wie dit is. <laughs> Ik heb geen idee wie die hele Petri is. Ja, jij zou echt van haar houden. Dat weet ik zeker <laughs> ik vind het wel echt de naam der namen. Petri is een hele naam. is ook uit de jaren tachtig kraakbandnaam. Ja, he? heel erg. Ja. 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 van uh, Petri uh, zullen we, ja, wat zullen we doen? Zullen we met een veiligheidsspeld een piercing zetten of zo? Oh, wat ja, dat. <laughs> ja, jongens, Petri is er niet, dus we kunnen nu sneller vergaderen. Weet ja. je, of, uh, <laughs> Petri zou vandaag vegetarisch koken? Heeft ze niet gedaan. <laughs> Waarom heeft Petri de toiletten niet heeft een kaasplak maakt. gemaakt in de oven. Nee, maar, ik, ik, het grappige is, jij kent sauce. Petri niet. En nee. toch ben je meteen tot haar kern doorgedrongen met die tip over die Franse man. Want dit, dit, gaat, ja. dit gaat de tip voor haar worden ja. in 2024. Ja. God, Eigenlijk is dat programma ook op een heel raar idee gestold, Namelijk, je woont al in het buitenland. Ja. Maar je wil iets met een Nederlander. Why? Super onhandig. Die moet ja. Mensen moeten hun hele leven omgooien. Nee, moet... lekker een Fransman oh, die ook dingetjes uit, bij jou de gaat de repareren. Die ja. dan zo met zijn hoofd in het grootsteenkastje zit. Ja. En de joggingbroek zakt af. En je ja. kan ervan genieten. Ja, precies. Je kijkt zo in dat Franse décolleté. Ja. En dan maak je er dan een grap over in het Frans. Ja. Décolleté, makkelijk. Oh. Jean-François, dat oh. Jean <laughs> décolleté, c'est merveilleux. <laughs> Zeg je dan. En dan fuck al die Nederlandse idioten. Ja, joh, die snappen dat allemaal nee, helemaal niet. Laat ze lekker zichzelf geen mails. Ga Frans, gaan maar gewoon in, in, in Brabant of in Twente op zoek naar ja. een vrouw. Dat willen ze ook eigenlijk. stiekem veel liever. <laughs> nou goed, dat was dus mijn groep, Petri. Heerlijk, aan. Uh, ik vind het ook wel leuk dat ik haar aan jou heb voorgesteld. Want ja, we ik, ik, iedereen ik, ik ga kijken of ik dat op een digitale manier kan terugkijken. Ik ja. denk dat dat je niet lukt, maar. <lacht> <lacht> Misschien ja. wordt het ooit herhaald op Nederland 3 of zo. Ja, ik, ik heb veel. dus een vriend die helemaal niet houdt van televisie kijken. Want anders zou ik dat natuurlijk heerlijk met hem kunnen gaan terugkijken. Maar dat is zelf een beetje een soort Jean-François. Ja, hij ja. is eigenlijk ook best wel een Jean-François. Ja. 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 Maar hij is best wel in Frankrijk kunnen wonen. Absoluut. Dat zou echt totaal niet opvallen. Hij ziet eruit als iemand die in het dorpje van Astrix woont. Ja ja. 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 ja, ja, ja. Met stenen rondsleept en zo. Ja. Nou goed, um, dat was het dan ja. voor dit jaar. Ja. Ik wens jullie een heel gelukkig nieuw jaar. Ja, ik ook. En ik wou ook nog even zeggen. Mocht je nou niet genoeg van ons kunnen krijgen, <laughs> luister dan eens naar onze extra podcast op Podimo. Aaf en Lies bakken yes, door. Yes, Hebben we een link? Uh, via deze link, af, go .podimo .com /nl Aaf. Go.podimo.com/slash nl/slash en Lies luister je 30 dagen gratis. Want op Podimo zijn we dus twee wekelijkse beluisteren op de. Merkredi, de woensdag. En daar behandelen we altijd een jaren negentig, Vino. Ja, zeker. Heb je een probleem? Vraag... Of wil je een probleem hebben? Vragen te varen. Nee, was dat vroeg op de radio. Hè? Heb je een probleem? Vragen te varen. Oh ja. ja. Heb je een probleem? Stuur ons dan een DM op Instagram of mail ons naar tonymedia.nl Precies. Je kunt ons ook volgen op Instagram. Hè? Dat kan. Je kan ons niet alleen problemen sturen, ja. je kunt er ook volgen. Uh, YouTube, TikTok, Podimo, Podimo, hoe je het ook wil noemen. En ja. geef ons ook als je wil. Hè, en willen we willen niet smeekend overkomen, maar het is wel een beetje smeekbeden: sterretjes. Via jouw favoriete podcast-app. Tot volgende week. Tot in 2024.